Daily Minutes, 24 juli 2020. Daily Minutes, 24 juli 2020. In het verleden deden we vaak, deed ik regelmatig. Ik heb dat een keer of 6-7 gedaan. Een live uitzending op vrijdag. En ik spreek dit op zaterdag in, maar in ieder geval gisteren. Dus eigenlijk vandaag, je snapt wat ik bedoel. Een dag geleden dus. Besloot ik eigenlijk heel ad hoc. Ik was de deur uit, moest naar de dierenarts voor voer te halen. En ik was iets van 5:40 of misschien iets eerder thuis. En geen tijd om een uitzending voor te bereiden. En toen dacht ik ik had dat idee al eerder op de middag een keer gehad. Toen dacht ik, nee, ik doe dat niet. Ik denk, we gaan een live uitzending doen. Kijken wat er van komt. Nou, het verliep in het begin wat losjes. Maar op een gegeven moment toen kwamen we los. Vooral toen Jurgen ON3JVB inbelde. En het werd nog een redelijk hilarische uitzending. Die een uur of twee en een kwartier erbij nog duurde ook. Dus mooi dat ik het opgenomen heb. En daar kunnen we nu naar luisteren. This is Peter John with the DXM. Oh jee, ik heb mijn monitor niet op. Ik heb mijn monitor niet op. Dat gaat mis. Dat gaat mis. Ik heb mijn monitor niet op. Dat gaat mis. Oh jee. Ik moet de muziek stopzetten, anders gaat het fout. ik ben live. Oh, ik kan niet helpen. Ik zit er maar mee. Ik heb geen idee of er mensen op het chatkanaal zijn. Ik hoor mezelf nog steeds zacht op de achtergrond. Ik zal het even uitzetten. Maar ik zie ook niet of ik nu nog geluid heb. Oh jee. Het is een live uitzending, dan krijg je dat. Volgens mij is dat mijn microfoon te hard. Nou, het is een groot experiment. Even kijken hoor. Ba. Werkt dat? Oh, hey. Delta 1, Kilo Mike Delta. Kilo Mike Delta hoor ik. Maar ik weet niet of hij meeluistert. Ik moet mijn microfoon wat zachter zetten, zie ik. Nou, die is ook weer weg. Nou, het blijft wel erg stil. Ik kan beter een muziekje opzetten, volgens mij. Ik heb geen idee of het geluid goed is. Volgens mij is dat wel in orde, maar... Staat mijn compressor aan? Nee, die staat niet aan. Maar ik weet ook niet hoe dat precies werkt. Dus dat gaan we nu niet proberen. Zo. Ja, anders zet ik het weerbericht op hoor. Dat doe ik altijd als ik live ben, volgens mij. Even kijken zo. Maar ik zie dat Jurgen er ook is. Twaalf knopen toch nog. Maar we zijn live. Waar blijven de reacties nou? Anders zet ik een plaatje op hoor. Jongen, reageer eens in het chatkanaal. Nee, Dista werkt nog niet. Nee, Dista werkt niet. Ik kan er nog niet uitkomen. We hebben van plan om vanavond wat te doen, Jurgen. Maar of dat succes gaat hebben, dat valt ook nog te bezien. Echolink, dat is het enige waar ik audio te bereiken ben. En ik krijg netjes een melding in spraak als iemand zich manifesteert op XTV. Wat ik zal doen is kampen even losmaken, want volgens mij is dat niet fantastisch. Even zien. Eerst even kijken wie er allemaal zijn, voordat ik wat losmaak.
Station, Papa India 2, Kilo Mike. Zo, Kilo Mike Papa weg. India 2, Kilo Mike Papa disconnected. Oh, een hele tekst. Eens even kijken. Oh. Ja, het is ook echt... Ik was bij de dierenarts en die zijn echt heel aardig. En ze waren ook wel wat afstanderig. Maar toch ook weer niet, moet ik zeggen. Ze zijn er aan het verbouwen. De dierenarts die ik normaal heb, die is gestopt. Mevrouw Akkermans is dat. Helemaal onverwacht. Maar ze zei dat ze vroeg met pensioen wou, omdat ze geen oude zeur wilde worden. En nu zijn ze dus uitgebreid die hele praktijk aan het verbouwen. Ik kende dat helemaal niet terug. Vorige week moest ik zelfs achterom, wat heel bijzonder was. Daar was ik nog nooit geweest. Aan de achterkant heb je hier zo'n binnenplaatsje bij het medisch centrum waar ook de dierenarts in zit. Maar vandaag, er was niets nog te herkennen. Ik wist ook niet, er was geen balie. Ik wist niet waar ik terecht moest voor het eten. Nou, gelukkig kwam de assistente, die kwam me tegemoet lopen door een deur heen. Maar ja, totaal anders. Wachtkamer helemaal afgelegen, terwijl dat eerst echt allemaal heel erg open was. Dus ik weet niet, ik hoorde gisteren van mijn buurman dat er vlakbij nog een dierenarts is. Die is bijna even dichtbij. Dus ja. En die is veel goedkoper, maar ik heb wel een soort van loyaliteit hierheen. Maar dat was, nee, dat viel qua... even zien hoor. Wat? Nee, niet professor Dr. Akkermans. Dat is iemand anders. Dit is de dierenarts. ik vond het wel heel klinisch eruit zien. Het ziet er wel echt als een kliniek uit. Oh, nu gaat EchoLink zelfs eruit. Er is echt helemaal niemand. Jongen. Even kijken hoor. Nu kan hij even geen EchoLink doen. Let op. Dit is PSS Echo. Oh, dat was te kort. Jongens, ik zie de tekst bijna niet. Wat is dit nu weer? Bij JBE? Oh, wat leuk. En wat zei Jacob? Zat hij nog ICOM spullen? Ah, nu zie ik het beter. Ik moet mijn bril schoonmaken. Maar ja, dan moet ik weer bij de apparatuur vandaan. Heb je wat gekocht, Jurgen, of... 3 X-ray Delta Vector 439-975, repeater. Oh, ja, inderdaad. Oh, wat leuk. Ja, nee, bij Jacobs. Jacobs heeft altijd veel ICOM spullen, hè. Dus dat is wel het adres. Ik hoor mijn stem nog ergens uit terug, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Ja. Nou, ik weet, ik ben er ondertussen wel achter waar het heel goedkoop is, Jurgen. Oh. Oh ja, zo zit dat. Als ik mijn, hoe heet dat, mijn luidspreker helemaal dicht zet, dan komt er ook geen geluid meer bij de opname terecht. Dus dat is niet helemaal de bedoeling. Nee hoor, je hebt voor €22 een porto, Sander. Voor minder zelfs. Laatst zag ik hem volgens mij voor 17. En dan heb je een UV6 en die is heel erg leuk. Echt een leuk apparaat, daar heb er ook een. Kan ik aanbevelen. HF zet je voor €200. Nou, dat bedoel, kom dan maar eens om in de jaren 70. Ja, die programmeerkabel die is echt duur. Dat is echt 4-5 tientjes voor... De meeste ICOM apparaten. Nee, hoort het Zulu Lima 1 Romeo Delta Kilo is dat, dacht ik, hè, Ronald. In Auckland in Nieuw-Zeeland. Die vertelde dat het daar heel goedkoop is. Vooral de D-Star spullen. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft. In Amerika gaven ze in het begin de repeaters cadeau aan de afdelingen. Dat ze het graag in het land willen uitrollen. Dat weet ik niet. Ik weet niet meer hoe dat ding nou programmeert, die ID31. Ah, Jurgen weet het wel, want die heeft zich er net mee bezig gehouden. Ik zou bijna mijn kool zeggen, joh. Verdikke me, PSS Echo. Dan ben ik mijn ei ook kwijt.
elke 5 minuten. We zijn al 10 minuten bezig, dus ik had hem met donder kunnen krijgen als het in de ether was. Volgens mij, je moduleer ik nog steeds te hard. Horen jullie dat ook of niet? Ja, ja, opletten. Ik zie dat ik af en toe boven de nullijn uitkom, dus dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nu ook weer. Oh, nou mooi. De stram. Ik zit er maar mee. Nou jongens, weet er niet iemand een goede mop of zo? Stram van het type. Weet je van die leeftijd dan? Oh ja, ja, nee, firmware update moet je... Ja, inderdaad. En ik had toen een firmware update nodig. Ja, via het kaartje gaat het inderdaad. 2 drollen in een envelopen. Is die envelopen? Dat is ook zo, ik heb laatst een verse kering afgesloten. Een verse kering. En ik ken iemand die had gewonnen met het verspringen. 30 minutes, 24 juli 2020. Ik steel die moppen allemaal van Herman Bekien van heel vroeger. In de tijd dat zelfs Freek de Jonge nog behoorlijk racistisch kon zijn. In de jaren 70. Een grap die Freek de Jonge vertelde tijdens... Die minutes, 24 juli 2020. In het verleden deden we vaak, deed ik regelmatig. Ik heb dat een keer of 6, 7 gedaan. Een live uitzending op vrijdag. En ik spreek dit op zaterdag in, maar in ieder geval gisteren. Dus eigenlijk vandaag. Je snapt wat ik bedoel. Een dag geleden dus. Besloot ik eigenlijk heel ad hoc. Ik was de deur uit, moest naar de dierenarts voor voer te halen. En ik was iets van 5:40 of misschien iets eerder thuis. En geen tijd om een uitzending voor te bereiden. En toen dacht ik van ik had dat idee al eerder op de middag een keer gehad. Toen dacht ik, nee, ik doe dat niet. Ik denk, we gaan een live uitzending doen. Kijken wat er van komt. Nou, het verliep in het begin wat losjes. Maar op een gegeven moment toen kwamen we los. En vooral toen Jurgen ON3JVB inbelde. Het werd nog een redelijk hilarische uitzending. Die een uur of 2 en een kwartier erbij nog duurde ook. Dus mooi dat ik het opgenomen heb. En daar kunnen we nu naar luisteren. Die past ook op de 31. En dat scheelt het. Dat is Peter John with the DX. Ik denk dat zelfs zijn met de stroom. Ook weer zenden. Dus dat is wel leuk. Nou, wou ik alweer mijn call zeggen. Er zijn nog geen eens meer geen 5 minuten op. Een 1880 milliampère. Ja, ja. Moet je niet doen, Jurgen, dan kan ik het niet lezen. Dit is ik heb mijn monitor niet op. Ik heb mijn monitor niet op. Dat gaat mis. Dat gaat mis. Ik heb mijn monitor niet op. Dat gaat mis. Dat werkt niet. Een dubbele hoei. Oh jee. Ik moet de muziek stopzetten, anders gaat het fout. Ik ben live. Ik kan niet helpen. Ik zit er maar mee. Ik heb geen idee of er mensen op het chatkanaal zijn. Ik hoor mezelf nog steeds zacht op de achtergrond. Ik zal het even uitzetten. Maar ik zie ook niet of ik nu nog geluid heb. Oh jee. Het is een live uitzending. Dan krijg je dat. Volgens mij is dat mijn microfoon te hard. Nou, het is een groot experiment. Even kijken hoor. Ba ba ba. Werkt dat? Oh. Hey. Delta 1 kilo. Dat is... Kilo Mike Delta hoor ik. Maar ik weet niet of hij meeluistert. Ik moet mijn microfoon wat zachter zetten, zie ik. En dat is geen amateurfrequentie, hè? En ik kan er gewoon doorheen lullen. Ja, die is ook weer weg. De mix staat nog open, hoor. Nou, het blijft wel erg stil. Ik kan beter muziekje opzetten, volgens mij. Ik heb geen idee of het geluid goed is. Volgens mij is het wel in orde, maar... ik weet ook niet hoe dat precies werkt. Dus dat gaan we nu niet proberen.
Zo. Ja, anders zet ik het weerbericht op hoor. Dat doe ik altijd als ik live ben volgens mij. Jingles hebben we ook. Even kijken zo. Even opstarten. Maar ik zie dat Jurgen er ook is. Tante Truus in Appelscha. De bekende Tante Truus in Appelscha. 12 knopen toch nog. Deze microfoon die ruikt altijd een beetje naar opgewakken weerstand. Maar we zijn live. Waar blijven de reacties nou? Ik gebruik hem niet. Anders zet ik een plaatje op hoor. Jongen, jongen, reageer eens in het chatkanaal. Nee, nee, Diesta werkt nog niet. Nee, Diesta werkt niet. Ik kan er nog niet uitkomen. Ja, we hebben van plan om vanavond wat te doen, Jurgen. Maar of dat succes gaat hebben, dat valt ook nog te bezien. Tante Annie. Echolink, dat is de enige waar ik audio te bereiken ben. Dan kom ik dichterbij dan 1,5 meter. En ik krijg netjes een melding in sprake. De geruststelling van iedereen die luistert. Zich manifesteert op XTV. Wat ik zal doen is Kampen even losmaken. Want volgens mij is dat niet fantastisch. Even zien. Eerst even kijken wie er allemaal zijn. Moet ik soms aan de ontvanger gaan draaien of zo? Stof in de plopkap. Ik heb hier geen... ik heb mijn plofdingetje hier niet voor zitten. Hebben jullie daar geen last van? Oké, dan maak ik wel weg. Het is ook wel heel moeilijk, moet ik zeggen, want die zit aan die andere microfoon vast. Dan moet ik dat statief hier erbij gaan zetten. Oh, een hele tekst. Eens even kijken. Kabouter plopkap. Oh. Ja, je kan duidelijk zien dat ik... ja, het is ook echt... Ik was bij de dierenarts en dat is echt heel aardig. En ze waren ook wel wat afstanderig, maar... toch ook weer niet, moet ik zeggen. Ze zijn er aan het verbouwen. Het is een dynamietcompressor die ik explosieve modulatie normaal heb. Die is gestopt, mevrouw Akkermans is dat. Helemaal onverwacht. Maar ze zei dat ze vroeg met pensioen wou, omdat ze geen oude zeur wilde worden. En nu zijn ze dus uitgebreid de hele praktijk aan het verbouwen. Ik kende dat helemaal niet terug. Vorige week moest ik zelfs achterom, wat heel bijzonder was. Daar was ik nog nooit geweest. Aan de achterkant heb je hier zo'n binnenplaatsje bij het medisch centrum waar ook de dierenarts in zit. Maar vandaag, er was niets nog te herkennen. Ik wist ook niet, er was geen balie. Ik wist niet waar ik terecht moest voor het eten. Nou, gelukkig kwam de assistent met de gemoedlopen door een deur heen. Maar totaal anders. De wachtkamer helemaal afgelegen, terwijl dat eerst echt allemaal heel erg open was. Dus ik weet heeft niet, u ook zo'n angst voor een examen met mijn buurman dat er vlakbij nog een dierenarts is? Te zijn. U zakt. Bijna even dichtbij, dus En die is veel goedkoper, maar ik heb wel een soort van loyaliteit hierheen. Maar dat was, dat viel qua... ik kan ook wel even wat sponsorberichten gaan uitzenden van Wokka Wokka. Nee, niet professor Dr. Akkermans. Dat is iemand anders. Dit is de dierenarts. Ik weet niet of ik die hier klaar heb staan. Zou ik die wel hebben? Nee, maar ik vond het wel heel klinisch eruit zien. Het ziet er wel echt als een kliniek uit. Oh, nu gaat echt wel niet zelfs eruit. Er is echt helemaal niemand. Jongen. Even kijken hoor. Deze hebben we ook nog. Even zien hoor. Nu kan hij even geen echolink doen. Let op. Let op. Dit is PRC. Oh, dat was te kort. Jongens, ik zie het. Ik zie de tekst bijna niet op de stukje. Ben je weer even? Wat leuk. Wat zei Jacob? Zat hij nog op de bullen? Ik dacht dat het andere muziek was. Heel... Wat hebben we dan nog meer? Ah, nu zie ik het beter. Ik moet mijn bril schoonmaken, maar ja, dan moet ik weer bij de apparatuur vandaan. Muziek van DM, die hadden we gehad. Heb je wat gekocht, Jurgen? Of muziek hier had staan? Ik zit niet vaak genoeg live. Dat is wel weer duidelijk. Ja, inderdaad. Oh, wat leuk. Ja, nee, bij Jacobs. Jacobs heeft altijd veel inkomstspullen. Dus dat is wel het adres. Ik hoor mijn stem nog ergens uit terug. Ik weet niet waar ik vandaan kom. Ja. Nou, ik weet... ik ben er ondertussen wel achter waar het heel goedkoop is, Jurgen. Oh. In case als ik mijn computer op het scherm, mijn lijstspreker helemaal dichtzet,
Dan komt er ook geen geluid meer bij de opname terecht. Nou. Het gaat weer lekker. Nu kan ik jullie weer lezen. Dus. Het is niet en ik heb nog geluid, zie ik, want dat wist ik ook niet zeker. Nee hoor, je hebt voor €22 een porto, Sander. Voor minder zelfs. Laatst zag ik hem volgens mij voor 17. En dan heb je een UV6. Die is heel erg leuk. Echt een leuk apparaat. Daar heb je er ook een. Kan ik aanbevelen. Ja, nee, dat je €200 is dat ik pas mijn gevolgen van wat ik doe. Dat verschijnt pas 40 seconden later in het scherm. Ja, die programmeerkabel die is echt duur. Dat is echt 4, 5 tientjes voor de meeste ICOM-apparaten. Nee, hoort het Zulu Lima 1 Romeo Delta Kilo is dat, dacht ik, hè, Ronald? In Auckland, in Nieuw-Zeeland, die vertelde dat het heel goedkoop is. Ook. En ik had vooral de D-Star spullen. Wat was nou de derde muziek? Ik denk dat het ermee te maken heeft. In Amerika gaven ze in het begin de repeaters cadeau aan de afdelingen. Dat ze het graag in het land willen uitlopen. Die microfoon begint steeds sterker naar opgebakken weerstanden te ruiken trouwens. Vreselijk. Dat weet ik niet. Ik weet niet meer hoe dat ding nou programmeert. Zeg dat hij warm wordt voor zo, hè? Nee. Oh, het Jurgen weet het wel, want die zit er net mee bezig gehouden. Nee. Ik zou bijna mijn kool zeggen. Nee, spanning staat erop. Vind ik hem, PSS Echo. Dan ben ik mijn ei ook kwijt. Zonder fantoom geen geluid. Ook 5 minuten. We zijn al 10 minuten bezig, dus ik had hem met donder kunnen krijgen. Als het in de ether was. 48 volt. Volgens mij, je modellering nog steeds te hard. Weet je, dat brandt wel, maar die van de compressor dat brandt niet. Ja, opletten. Ik zie dat ik af en toe op het randje uitkom. Dus dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nu ook weer. Ik plas altijd bijzonder traag. Als kind kwam de tram een keer omlaag. Ik zie niet ikzelf hoor, dat was ook van Freek de Jonge. Nou jongens, weet er niet iemand een goede mop of zo? Maar volgens mij is het hem zelf ook niet overkomen. Hij had volgens mij gelezen op een toilet of zo. Stram van het type. Weet je van die leeftijd opschriften tegen? Graffiti. Nou, kun je nou even over techniek hebben? Nee, firmware update moet je... Ja, inderdaad. En ik had toen een firmware update nodig. Ja, via het kaartje gaat het inderdaad. Twee drollen in een envelopen. Is die envelopen? Dat is ook zo. Ik heb laatst een versekering afgesloten. Ik zag mijn kont laatst in de spiegel en dacht, verhip, daar heb je wiegel. Een verse kering. En ik ken iemand die had gewonnen met het verspringen. Het zal best dat dat 10.000 volt is. Je moet namelijk een aanvangsspanning hebben. Ik stel die moppen allemaal van Herman Blaak van je huid door te laten slaan. En, voordat dat gebeurt heb je in de tijd dat zelfs Freek de Jonge nog een behoorlijk racistisch kon zijn. De jaren 60 dus daar doorheen is, dan gaat het geleiden en dan gaat erop stromen. Tijdens Nederlands Hoop Interieur in 1974 was het volgens mij. Hoe noem je een neger met jeugdpuisjes? Een pindarotje. Echt waar, dat zei hij echt. En prikdraad. Daar kom je nu niet meer mee. Weet je dan als je schrikdraad op een prikdraad ik vertel hem dan ook niet, hè. Ik zie het hier. Schrikprikdraad of prikschrikdraad. Nou, mijn tafel kraakt, horen jullie dat? Dat is niet mijn stoel. Dat is de tafel waar de mic op staat. Ik moet nog een keer een goede mixstatief hebben. Dit zijn van die microfoons die wegen 2,5 kilo. Ja, nee. Bij een milliampère raak je de controle op of je spieren kwijt. Dat weet ik niet. Ja, dat zijn dingen waar ik me niet over uitlaat. Ja, ik reageer. Je hoort mij wat traag. Ik reageer wel direct op wat je schrijft, maar je hoort mij wat traag reageren vanwege de tijdsvertraging, ga ik vanuit. Nee, dat zijn mijn botten niet. Ik merk dat wel dat mijn kat steeds strammer wordt. Die kan inmiddels, ze kon al niet meer de tafel opspringen. Nee hoor, nee, ook groep bij 5 mA kun je echt al, en in minder ook kun je wel dood blijven. Die heb ik ook, Jurgen. Ik kon kiezen en het was maar heel weinig duurder. Het gaat er, waar die vraag om gaat, dus van de 51 kritieke punten staat hij bij een bepaald deel van het hartritme. Dat scheelt inderdaad flink. Dat ding dus heel samen de stroom, ook weer zender, is de boel extra kwetsbaar. Ik moet even wou ik alweer mijn call zeggen. Er zijn geen eens geen 5 minuten om. Want even de statistieken bekijken. Dus 18 houdt niet over. Milliampère huur accu. Het houdt niet over. Een stuk of 20. Ja, die rats.
Moet je niet doen, Jurgen, dan kan ik het niet lezen. Dit is oranje met, ja, met grijs op de achtergrond. Ik heb natuurlijk al last van hè, dat is, je hart nee, is geraakt dubbel, wordt als de stroom daar ook enigszins wel gewenst komt. Dus ja, het is wat dat betreft een goede veiligheidsmaatregel. Dubbele hoei misschien. Als je aan stroom werkt, altijd maar één hand te gebruiken. Dus doe de andere in je achterzak. Nee, je moet dan echt ondertitelen van het chatkanaal hierbij hebben. Dan weer je schoenen naar beneden. Ja, maar ik neem het ook op en ik wil het op internet zetten. Dat is te klein. Ik vraag u af of dat wel een goed idee is. Nee, maar het gaat erom dat in een bepaald ritme van of een bepaald deel van het hartritme, in een bepaalde fase daarvan, is het hart extra kwetsbaar. Als hij dan een duwtje krijgt, dan raakt het ritme van slag. En dan kun je hebben dat het hart niet klopt en of dat het alleen nog maar een beetje bibbert. Linkersoep altijd mee oppassen met stroom wat dat betreft. We hebben dus geen amateurfrequentie, hè? En ik kan er gewoon doorheen lullen. De mix staat nog open, hoor. Ja, dat is fijn. Je zit die tante aan, hè? Ik weet echt niet of dat zo is, hoor. Dat gevaarlijker is. Het is wel zo dat je bij gelijkstroom, als je een keer, kijk, als je stroom op je hand krijgt, dus je bijvoorbeeld je pakt een geleider vast, dan spannen alle spieren aan, maar de spieren om te knijpen, die zijn veel sterker dan de spieren om los te laten. En dan kun je dus niet loslaten. Ook. En bij wisselstroom loop je de kans dat je dus nog in die nulperiode nog even je hand los kunt maken. En bij gelijkstroom grijpt de hand gewoon direct vast. Maar dat is dus alleen het geval wanneer je hand tante Truus in appels gaat. Zeg maar, dat je dus de bekende tante Truus in appels gaat. De stroombron niet los kunt laten omdat je hand aanklemt. Maar in andere gevallen is volgens mij wisselstroom gevaarlijk. Deze microfoon die ruikt altijd een beetje naar opgebakken weerstanden. Ik gebruik hem niet vaak genoeg, denk ik. Maar ik ben geen top-expert, hoor. Waar heb ik verdikken met mijn andere mobiel? Oh, hier. Even kijken of het nog wat getypt heeft. Kunnen er niet veel zijn. Tante Almi. Ik ben een smartphone. Hou je mijn tos hier even vast? Nee, er is niet. Nee, want dan kom ik dichterbij dan anderhalve meter. Oh, wacht even. Daar doe ik iets. De geruststelling van iedereen die luistert. Ik heb hem op de papegaai laten staan. En dan is die dus via echoling niet bereikbaar. Lekker handig, meneer Piek. Jongen, jongen. Moet ik soms aan de ontvanger gaan draaien of zo? Kijk. Stof in de plopkap. Ik heb hier geen. Ik heb mijn plofdingetje hier niet voor zitten. Hebben jullie daar geen last van? Het is ook wel heel moeilijk, moet ik zeggen, want die zit aan die andere microfoon vast. Dan moet ik dat statief hier erbij gaan zetten. Nou, dan wordt het de kakel van hier, hoor. Kabouter plopkap. Als het tenminste werkt. Ja, je kan duidelijk zien dat ik een compressor uit heb staan. Als ik een halve meter weg ga, dan wordt het wel erg zachtjes. Het is een dynamietcompressor voor een explosieve modulatie. Reeds. Ja, CTCSF. CTCSF komt betragen. Ik moet mijn elleboog op die tafel hebben. Kijk, buiskindertjes. Ja, vroeger las ik de boekjes die Wodka, uit Denemarken kwamen. Van Vraag al en Kweet al. Ik weet niet wie die nog kent, hoor. Zo werkt de radio. En ik had de versie uit 1947. www.agentschaptele.com. Waar je zo met 2O schrijft. Reeds. Heeft u ook zo'n angst voor een rijexamen? Bij onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. Dat was wel leuk. Met een soort verhaaltjes erbij. En oom vertelde aan neef allerlei dingen over hoe een gloeilamp werkte. Maar vooral. Kijk. Ik kan ook wel even wat sponsorberichten gaan uitzenden van Wokka Wokka. Goed, geen inmelders via Echolink dus. Ik weet niet of laat maar even kijken of die testen. Zou ik die wel hebben? Volgens mij. Ja, die oud-Hollandse. Harry Mulisch, die waren al de spelling van 96 en de herziening van 2016 waren al voorbij gekomen. Maar Harry Mulisch die bleef hardnekkig in die van 1954 schrijven. Maar ja, die van 54 werkte niet meer mee. Deze is zo hoog. Nee.
Dat is wel duidelijk. Nee, dat mag echt gelijk. Wat een gatte man. Bah. Hij dacht dat hij alles wist. Hij wist wel veel, maar niet alles. Ja, ja, pannen. Daar moest ik wel lang aan wennen, die pannen, dat vond ik moeilijk. De muziek was. En de argumentatie erachter, die kan ik nog steeds niet uit mijn hoofd uitleggen. Hebben we dan nog meer? Maar we hebben woordenlijst.org tegenwoordig, hè? Nou, dus het is wel eenvoudiger geworden. Maar ja, ja. Er zijn een paar... De reden was dat het eenvoudiger geworden. Ik dacht nog van, ja, waarom doe je nou staan zoiets we. Als pannenkoek? Ik zit niet vaak genoeg live. Het is geen enkele reden die dat rechtvaardigt. Oh. Ja, nee, en dan is het weer uitgezonderd als het een naam van een dier is, of een graspriet, of nee, nou ja, goed, in ieder geval zoiets. Ingewikkeld. Ja, ja, maar het is maar één pan. Dan zou je zeggen pannenkoek. Het zijn meerdere pannenkoeken. Ja, maar het is bijvoeglijk, hè? Dus het is een koek van een pan. Des pannenkoek. Hé, hey, mijn screens even, dan zijn jullie weg. Verdikke me nog aan toe. Dat ding, dat moet ik nog een keer op... een lange tijd zetten. Dit is reuze irritant. Nee, ik ben er in weer. Case, if there's any music on the emergency radio, it's the pot save scherm. In. Oh jee, nu praat ik het spotje heen. Nou. Het gaat weer lekker. Ja, nu kan ik jullie weer lezen dus. En ik heb nog geluid, zie ik, want dat wist ik ook niet zeker. Paffertjes, ja. Ik weet het niet. Zijn het pannenpaffertjes? Rits. Dat klinkt meer als vuurwerk. De kat zijn daar. Er zit veel tijd tussen. Ja, ik kan Martine er wel even bij halen. Alleen kan ik dan het toetsenbord niet meer op mijn schoot houden. Ploffertjes, ja. Ja, nee, het vervelende is dat ik pas mijn gevolgen van wat ik doe... Dat verschijnt pas 40 seconden later dus in ja, het scherm. Dan moet ik het even strategisch opstellen. Dat ik, niet nog iets moet. Hè. Ik kan de porto wel pakken. Dus als zich iemand onverhoopt toch inmeldt, wat niet waarschijnlijk is... Blaskan, dan. Oh ja, nee, maar die had ik gedraaid ook. En ik had die... wat was nou dat derde muziekje dan nog? Ja, het zal wel. Kijk, daar is iemand. Kijk. Ja, Amersfoort, die microfoon begint steeds sterker naar opgebakken weerstand. Ik weet niet of die meeluistert. Ik had hem wel gemaild dat het live was. Maar. Het stelt niet veel voor, Hans. Er zijn maar 20 luisteraars. Zou het toch niet zijn dat hij warm wordt of zo, hè? Nee. Oh, het voelt wel een beetje prikkerig alsof er stroom op staat. Nee. Nou ja, spanning staat erop, dan gaat stroom lopen. Het werkt, alleen ik praat een beetje traag, die, doet het want ik wil waarschijnlijk 40 seconden van toon geen geluid. Maar het werkt. 48 volt. Dat let je dat brandt wel, maar die van de compressor die brandt niet. Is echo. Op het randje... En toen bleef het stil. Ik was altijd bijzonder traag. Als kind kwam de klep een keer omlaag. Nou, het is een heel lief beest hoor. Ja, ja niet ik zelf hoor, dat was ook van Freek de Jonge. Modulatie is een beetje zacht. Maar volgens mij is het hem zelf ook niet overkomen. Hij had volgens mij gelezen op een toilet of zo. Ik zal zelf echt wel in. Dan kom je wel eens leuke opschriften tegen. Graffiti. Nou. Kun je nou even over techniek hebben? Kijk, nu ben ik er ook via EchoLink. Ik zag mijn kont laatst in de spiegel en dacht verhip, daar heb je wiegel. Ook van Freek de Jonge. Het zal best dat dat 10.000 volt is. Al, je moet namelijk een aanvangsspanning hebben om de hoorlaag van je huid door te laten slaan. En, voordat dat gebeurt heb je geen problemen, dan heb je er helemaal geen last van. Pas als het daar doorheen is, dan gaat het geleiden en dan gaat nou, er ook stroom op. Nou, we meer op EchoLink. Jongen. Moet van die 20 toch wel eentje ertussen zitten. Nou, zijn dan 19. Nou, en ik zit er zelf ook bij 18. Die schrikdraad ook, wil melden, en maar prikdraad. Niet. Ja, ik ga die kat even ophalen. Weet het dan als je dus schrikdraad op een prikdraad Simone, zet? Die praten altijd dan schrikprikdraad? Of prikschrikdraad? Doet dat wel, maar als er een microfoon zit, zie ik dan is meteen... de lust tot spreken is meteen verdwenen. Nou.
Dan merken we het gemis van de compressor. Ja, nee. Bij een milliampère raak je de controle al behoorlijk over je spieren kwijt. Ja, dat zijn dingen waar ik me niet over uitlaat. Ja, ik reageer. Je hoort mij wat traag. Ik reageer wel direct op wat je schrijft, maar je hoort mij wat traag reageren vanwege de tijdsvertraging, ga ik vanuit. Die zat al te mopperen dat ik er ging ophalen, want ze was aan het slapen. Hey, wat zeg je, Martine? Nee hoor, nee, je kunt bij 5 mA kun je echt al, en in minder ook, kun je wel dood blijven hoor. Ook dat is niet bij 100 mA. Het gaat er, waar het om gaat is dat het meest kritieke punt is dat hij bij een bepaald deel van het hartritme optreedt. Dat gaan we niet doen, want ik heb geen zin om er wat te eten te geven. Dus in een bepaalde fase van het hartritme is het wel extra kwetsbaar. Nou, een heel klein beetje dan. Ik ben even van het chat. Het is niet eens hoorbaar. Kijk, hier is de microfoon. Zie je dat? Moet even de statistieken bekijken. Nou, het houdt niet over. Je moet een blauwe lampje. Het houdt niet over, een stuk of 20. Even erin spinnen. Die rats. Ja, dat ruikt naar opgebakken weerstand, hè? Oh, Jurgen. Ik zie. Ja, nee, dus je hebt natuurlijk alleen last van dat je hart geraakt wordt als de stroom daar ook enigszins in de buurt komt. Kijk, er zijn er nog meer op. Dus ja, nou, ik heb heel gevecht. Het is wat dat betreft een goede veiligheidsmaatregel. Om, als je aan het stroom werkt, altijd maar één hand te gebruiken. Dus de andere in je achterzak. Ja, dan is dat een stuk veiliger. De stroom die moet dan via je schoenen naar beneden. Ja, en dan is natuurlijk de kans dat dat gebeurt een stuk kleiner. Op Echolink. En de oortjes die gaan alle kanten uit. Ze weet niet wat er over komt. Nee, maar het gaat erom dat in een bepaald ritme van, of een bepaald deel van het hartritme, in een bepaalde fase daarvan, dus, is het hart extra kwetsbaar. Als hij dan een duwtje krijgt, dan raakt het ritme van slag. En dan kun je hebben dat het hart niet meer klopt. Of dat het alleen nog maar een beetje bibbert. Ja, John, ik heb het geluid van de computer even afgezet. Linkersoep, altijd mee oppassen met stroom wat dat betreft. Secundair aarde, ja. Ja. Ik moest even zoeken naar de XDV, maar ja, dat gaat goed, hè? Ja, dat is fijn. Ja, hier ook. En Poes die spint inmiddels, die heeft het al naar de zin, dus wat dat betreft. Ja, ik weet echt niet of dat zo is, Jurgen, dat gevaarlijker is. Nou, ze gaat wel steeds harder spinnen. Okay, maar nou, mooi het is wel zo dat je bij gelijkstroom, als je stroom op je hand krijgt, bijvoorbeeld je pakt een geleider vast, zelf altijd met twijfels, hè, totdat zegt dan spannen alle spieren aan, maar de spieren om te knijpen, die zijn veel sterker dan de spieren om los te laten. En dan kun je dus niet loslaten. En bij wisselstroom loop je de kans dat je dus nog in die nulperiode nog even je hand los kunt maken. En bij gelijkstroom grijpt de hand gewoon direct vast. Maar dat is dus alleen het geval wanneer je hand... dat je dus de stroombron niet los kunt laten omdat je hand aanklemt. Maar in andere gevallen is volgens mij wisselstroom gevaarlijker. Ja, de audio is vrij goed, moet ik zeggen. Dus, ja. Dan zet ik het geluid van de computer weer aan en dan ga ik weer terug naar de chef. Oké. Okay. Maar ik ben geen top-expert hoor. Ja, laat ik ook... Waar heb ik verdikken met mijn andere mobiel? Oh, hier. Roger. Even kijken of er nog iemand wat getypt heeft. Kunnen er niet veel zijn. Nou, Poes stopt weer met spinnen. Want ik ben een... Ja, dat is Roger. Smartphone meider. Deze heb ik nog nooit ingesteld. De modulatie van deze is wat minder dan van mijn andere Nokia, weet ik. Maar deze die ligt erbij. Dus, daar doe ik iets doms. Ik heb dat ding gedaan. En de microfoon is een Samsung papegaai laten staan. En dan is die dus een condensatormicrofoon in de niet bereikbaar. Lekker handig. Met een paar van die heel grote platen erin van bijna 2,5 centimeter, bijna een inch diameter. Dus een vloeitje kun je horen vallen al. Hè? Dit is PS. Dat is zo slim, hè? Nou, dan wordt de kaart over de chatkanaal ook in de gaten houden. Als het tenminste werkt. Martine wordt er geroepen, oké. Okay. Laat me pitten. Ja, dat was inderdaad de houding. Even zien hoor. Als ze naar gebakken kattenbrok had geroken, ja, dan had ze de aanval wel ingezet, ja. Martine, moet je brokjes?
begint ze heel veel harder te spelen. Ze is nog enigszins wantrouwend over deze uitspraak. CTCSS komt wat traag in. Met je broekjes. Dan weer een snoepje. Kijk maar eens, kindertjes. Als ze een snoepje pakken. Ga zo ijs maken, hè? Ja, vroeger las ik de boekjes die eigenlijk uit Denemarken kwamen. Van Vraagal en Kwetel. Ik had die ijsmaker. Zo werkt de radio. En ik had de versie uit 1947. En ze zag dat. Waarbij je zo nog met twee O's schrijft. Een indiane kreeg van, wauw. Zo, hij gaat ijs maken. Dat vindt ze helemaal geweldig. Dus, nou ja, goed. Ze kon niet wachten. Dat was wel leuk. Met zo'n stripverhaaltjes met mijn eigen lijf. En oom vertelde aan neef allerlei dingen over hoe een gloeilamp werkte. Vervolgens heeft ze een dikke eetlepel met ijs gegeten. Was het lekker, het ijs? Gaan we straks weer ijs maken? Sluit hem ook met nou, even af. Pak hem op mijn schouder vast. Zeg van, nou, dat zie ik wel zitten. Goed. Geen inmelders via Echolinters. Ik denk, laat maar even kijken of die testen. Ja, die oud-Hollandse. Harry Mulis, die waren al de spelling van 96 en de herziening van 2016 waren al voorbij gekomen. Maar Harry Mulis die bleef hardnekkig in die van 1954 schrijven. Maar ja, die van 54 werkte niet meer met zo. Ja, nu luidt ze helemaal die kant van de keuken uit. Ze zet zich allemaal af. Het is wel duidelijk. Kunnen we misschien even over techniek hebben? Nee, dat is geen gelijk. Arrogante man. Bah. Nou, hij dacht dat hij alles wist. Lezen, Jurgen. Even kijken hoor. Mijn bril die moet er verschijnen. Hij wist wel veel, maar niet alles. Ja, pannenkoek. Ja, schrikkeldraad. Nou, nu moet ik die kat even... Daar moest ik wel lang aan wennen. Die pannenkoek, dat vond ik een moeilijke. Is groot, en de argumentatie daarachter, die kan ik nog steeds niet uit mijn hoofd uitleggen. Maar we hebben woordenlijst.org tegenwoordig. Dat zie je wel zitten, hè. Nou, dus het is wel eenvoudiger geworden. Maar er zijn een paar. De reden was dat het eenvoudiger geworden is. Maar dan denk ik van ja, waarom doe je nou zoiets als pannenkoek? Ik bedoel, dat is geen enkele reden die dat rechtvaardigt. Hebben jullie ook wat om naar te luisteren? Niet dat het echt wat is, maar... Ja, nee, en dan is het weer uitgezonderd als het een naam van een dier is of een graspriet. Of nee, nou ja, goed, in ieder geval zoiets. Ingewikkeld. Ja, maar het is maar één pan. Dan zou je zeggen pannenkoek, maar het zijn meerdere pannenkoeken. Ja, maar het is bijvoeglijk, hè? Dus het is een koek van een pan. Des pannenkoek. Hé, mijn screens even, dan zijn jullie weg. Verdikke me nog aan toe, dat ding dat moet ik nog een keer op een lange tijd zetten. Want dit is reuze irritant. Nee, ik ben er weer. Ik heb de muis een lel gegeven. Zo. Ja, daar was hij weer. Ja, toen ze er eten zag, begon ze wat te praten. Vanmiddag heb ik nog een hele tijd staan kijken of mijn HF-antenne nog ging. Dat ding is echt onzichtbaar. Ja. Ik weet het niet. Zijn het pannenpaffertjes? Een poesdoekje? Nee, een poetsdoekje. Ja. Dat klinkt meer als vuurwerk. Waarom zit het scherm nou zo slecht, joh? De kat zijn taak. Ik kan Martine er wel even bij halen. Alleen kan ik dan het toetsenbord niet meer op mijn schoot een beetje in de weg. Zo. Ploffertjes, ja. Nou, nu is het al wat duidelijker. Ja, volgens mij moet ik even mijn bril schoonmaken. Ik heb geen plek voor het toetsenbord en... Dus iets over techniek. Nou, vertel. Vertel. Dat ik, niet nog iets moet, hè? Nee, ik heb geen staart. Dus, als zich iemand onverhoopt toch inmeldt... Nee, dit is mijn bril. Dan... Want de andere bril die zit in het ultrasoonapparaat. En die is schoon, dus... Vertel. Kijk, daar is iemand. Kijk. Ja, nee, Jurgen die ging een techniekballetje. Goedenavond. Ik weet helemaal niet of hij meeluistert. Ik had hem wel gemaild dat het live was. Maar het stelt niet veel voor, Hans. Er zijn maar 20 luisteraars. Ik ben erg benieuwd. Maak me gek, ja. Nou, echt, ja, staat het werkt. Gewoon aan. Het werkt, alleen ik praat een beetje traag. Want ik ben waarschijnlijk 40 seconden langzaam. Nou, Jurgen, waar blijft het? Ik ga toch even mijn bril pakken. Ik kan het zelf verdomd slecht zien. Het is echt, maar het werkt. Wat ik al zei, het werkt. Dit is PA6 Echo. Hey, waar is mijn brildoek gebleven? En toen bleef het stil. Nou, dat gaat weer goed. Ik dacht het hier nog. Ah, ik stond net op het punt om die lastige kat even op te halen. Nou, het is een heel lief beest hoor. Ja.
Modulatie is een beetje zacht. Het lijkt wel een omweg via de maan. Ja, zoiets. Ik zal zelf echolink wel even pakken. Dan heb ik ook dat de call geven. Check Avent 6 Echo. You have connected to a 6-link node. An echolink application for the Linux operating system. For more information, go to svxlink.sourceforge.net. Kijk, nu ben ik er ook via echolink. In de keuken praat ze wel, hè? Maar dus je ziet de microfoon en dan... Goed, beter de bril. Ja, het woord zegt het al, hè? PA6 Echolink. Reeds. Nou, dit zou er niet op gekomen zijn, maar ik had het enige logica in. Ik heb best wel zin in ijs, moet ik zeggen. Nou, zijn er nog meer op Echolink? Tjonge, jongen. Moet van die 20 toch wel eentje ertussen zitten. Nou, zijn dan 19. Nou, en ik zit er zelf ook bij 18. Ook zo op, hè? Die ook aan wil melden, maar niet. Ja, ik ga die kat even ophalen. Dus even kijken of die... Simone, die praten altijd wel. Wat wel en niet mag. Nou, ik ben benieuwd. Ja, maar wacht even. Gaat het dan over de Nederlandse of over de Belgische regels, Jeroen? Want je zegt ons. Het is meteen verdwenen. Dan merken we het gemis van de compressor. Vroeger stond er in de voorwaarden dat je verbinding mocht maken. Oh, ik hoor mijn eigen geluid terug. Maar je mag verbinding maken met mensen bij wie het niet verboden is om verbinding mee te maken. En ja, goed, dat was bij PMR was dat niet zo. En bij LPD ook niet. En toen uiteindelijk, ik had dat gepubliceerd op mijn website volgens mij. En toen hebben ze dat veranderd. Hey, wat zeg je, Martine? Ja, ja, nee, dat artikel dat ken ik. Dat staat op agentschaptelecom.nl. En dat komt uit de staat van de ether, dat geloof ik, die nieuwsbrief van Ik heb al een sleutelwoord. Een toverwoord, waar dus altijd wat terug zegt. Maar dat gaan we niet doen. Want maar ik dat had je vorige week bij de Dista-ronde al uitgelegd, Jurgen. Of zeg ik nou wat onaardigs? Maar waarschijnlijk niet eens hoorbaar. Kijk, hier is de microfoon. Ja, het is heel raar, want ik had, zoals je misschien weet... Kijk. Ja, nee, inderdaad, dat was Dista. Niet echt maar ik heb lange tijd, ik heb 3 jaar lang een LPD-repeater in de lucht gehad van 10 milliwatt. En AT was vanaf het begin op de hoogte ervan en ik heb steeds gevraagd of wat ik deed niet illegaal was. En uiteindelijk heb ik dus gevraagd van nou, ik zou wel willen weten... Wat precies de status is en wat mag je er nou mee? En toen was het dus zo. Kijk, er zijn er nog meer op. Nou, je mag als amateur mag je niet over die LPD-repeater werken, maar als LPD'er wel. Dus je kunt als centamateur een legale LPD-porter gebruiken en dan mag je er wel overheen werken. Maar met je amateurapparatuur mag dat niet. Heel slaperig, zit ze te snuffen. Ja, en ik vraag me af of dat zo is. Op Echolink. Want waar ligt, dit is natuurlijk een hele kietelige grens. Maar ik ben daar verder niet over in discussie gegaan. AT heeft beleid op dat gebied. En dat is ook niet altijd precies wat er in de regelgeving staat. Maar ze houden wel vast. Dus enigszins en dat is vaak in het voordeel van amateurs trouwens. Dit is PA6 Echo. Dus daar moet je ook niet aandacht voor vragen. Ik heb er wel eens... nou ja, goed, zoals deze eis, die heb ik per ongeluk in een, of niet per ongeluk, maar heb ik in een artikel gezet. En ik kwam er dus achter dat het gevolg daarvan was. Dat daarna dus de regelgeving werd aangepast toen ik het publiceerde. Dus als zoiets stilzwijgend geaccepteerd wordt. Bijvoorbeeld de hotspots nu, hè, de status van de hotspots is dat het mag. Maar er mogen over die hotspot geen andere amateurs dan alleen jij zelf werken. Dat is ongeveer de basis waarop dat kan. En AT doet dat, ja, dat is wel uit te leggen, omdat wij natuurlijk de vergunning hebben om te experimenteren. En dat is een belangrijke doelstelling ook van de amateurdienst. Maar als je alles wat nieuw is meteen tegen de oude regels aanhoudt en zegt van ja, maar dit mag niet, dan gebeurt er nooit wat nieuws. Dus om die reden wordt er dan 3 of 4 jaar lang de zaak door de vingers gekeken. En vervolgens wordt er gekeken van nou, is het redelijk dat we dat toestaan of is het onredelijk en dan wordt het alsnog verboden. Maar... als ik een signaal ergens vandaan hoor, ik weet helemaal niet of dat via die LPD-repeater komt. Dat ding dat heeft geen callgever of niks. Dus ik kan reuze te goede trouw zijn naar een station luisteren zonder te weten dat ik op een LPD-repeater luister voor die man terugkomen. Hardnekkig niet bij de... En dan maak ik de verbinding waarvan ik niet weet dat hij niet mag. En ik kan ook op geen enkele manier nagaan dat hij niet mag. Ja, dan denk ik dat het gewoon kan. En daar zit natuurlijk ons grensgebied.
Oké. En dan, ja, laat ik ook... Ik had meerdere van die repeatertjes trouwens, hè. Dat ding wat ik... Nu komt er ergens een berichtje binnen. Maar de repeater die 3 of 4 jaar in de lucht gestaan heeft, die zat 1 megahertz hoger dan PI2 NOS. Dat vond ik ook wel leuk. En een deel van die periode was NOS trouwens uit de lucht. Dus dat is al een lange tijd geleden. Wat wel was, was dat heel veel amateurs wisten van dat experiment. En die kwamen dan naar Verklaverplat Hoevelaken, waar ik maar 400 meter vandaan zit. En de A1. En het was altijd, elke dag weer, zaten mensen te proberen of ze dat ding open konden krijgen. Dus dat was wel heel leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, het is genoeg geweest. Het trekt er maar uit. Dat ding hangt er volgens mij nog steeds, dus ik zou hem zo weer kunnen inschakelen. Ja, hij hangt er nog steeds. Maar ik had ook een variant die van richting omschakelde. En die kon je dus ook cascaderen. Dus dan was het zo dat als je op de ene frequentie zond, had je geen roze piep. Maar als je op de ene frequentie zond, werd je doorgestuurd naar die frequentie nummer 2. En dat kon die frequentie nummer 2 kon zowel een PMR als een LPD-frequentie zijn. En je kon ze ook cascaderen, dus je kon er meerdere gebakken kattenbrok had geroken. Zelfs dat werkte nog, terwijl er niet een echte controller in zat. Het werkte gewoon op de Fox. Maar zelfs dat ging nog goed. Dan kon je er 4 achter elkaar zetten. En dan kon je in principe, als je dus zo'n ding in een Yagi plaatst, dan kom je er al 5-6 kilometer mee. Dus je kon telkens dan 5-6 kilometer overbruggen. Met 4 van die dingen, ja, dan zit je op 40 kilometer. En dan aan 2 kanten een PMR-port, zodat je ook lokaal nog weer flink wat bereik hebt. Dus ja, je kunt daar leuke repeatersystemen mee maken. Ik heb die dingen wel vaak verkocht. Porto's met kabelsetjes had je daarvoor nodig. Van één repeater een setje porto's van iets van 8 tientjes. Ik had die ijsmaker, die had ik dus voor het eerst uit de verpakking gehaald. En ze zag dat ding. En het was meteen een ideale scouting gekocht. Of dus gekocht. Gaat ijs maken. En met name voor gebruik bij de Jota ook. Dat vindt ze helemaal geweldig. Dus nou ja, ik vond het verhoogd de laatste keer. Dus ik helemaal bewaken met mij gelijf om te voorkomen dat ze er middenin zou springen als die zat te draaien. Maar goed, vervolgens heeft ze een dikke eetlepel met ijs gegeten. Hè? Maar je mag met je amateurspul gewoon niet op 70 of C werken. Dat is, ze pakt me op mijn schouder vast. Controleert dat, hè? Nou, dat zie ik wel zitten. Als je gewoon met legaal vermogen zit. Ik heb al heel lang geleden een keer met de FT817 op 11 meter gezeten. Ik had toen geen 11 meter bakje in huis. Dus tenminste niet eentje die ik zo kon gebruiken. En er zaten wat mensen over mijn baken te praten. Dat is een monoloog, dat is ook niet anders. Toen dacht ik, nou ja, dat is tune antenne maar even in. En praat maar. Het bleek dus een van die mensen een presentator van de Wereldomroep te zijn die toen nog bestond. Dus het is ook al heel lang geleden. Moet je blokjes hebben. Maar dat heb ik al gedaan. Maar tegenwoordig heb ik wel een 11 meter bakje. Ja, ik heb lange tijd 11 meter bakjes verkocht. Van het merk TTI uit Korea. In Zuid-Korea waren die gemaakt. Dat zijn hele leuke dingen. Die waren lange tijd €49. En die werken standaard op 10 meter. Het enige is dat er geen repeater shift in zit. En ook niet makkelijk in te maken is. Maar die kunnen alle kanalen op een 5KC raster kunnen ze maken. En dat voor die prijs. En dan vier wat uit AM en FM. Niet gek natuurlijk. Maar daar heb ik er nog één van. En daar kan ik in principe legaal mee op 27C uitkomen. Dat ding is, ondanks dat hij wel om te programmeren is met een code, is die wel legaal. Dat zie je wel zitten. Maar dat mag gaan doen, want enig gesprek is met PC niet te voeren. Tuurlijk, toen daar. Nou gaat die screenshaver, dat is echt een plaag. Het lijkt alsof die steeds snel gaat. Ja, is dat ook uit Zuid-Korea? Want het zijn wel meer TDI's. Hè? Een bus met een kofferwagen. Ik weet niet of je zo'n pijlwagen wel eens gezien hebt, Jurgen. Ik wel. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar lange tijd, nee, dat is nu niet meer zo. Maar lange tijd had je monitoringwagens en je had opsporingswagens. Dat waren verschillende. Die monitoringwagens, dat waren een soort bestelwagentjes die gecamoufleerd waren. Met een extra dakverhoging erop. En die was dan... Zuid-Korea was dat. In Noorden heet het allemaal Kim, volgens mij. Nee, maar dat was dus het plafond, zeg maar. Dat was wel een stalen bak. Maar dat was dat stuk daarboven, dat was dan verhoogd, centimeter of 40. En daar zaten dan de antennes onder. Hè? En dat was van polyester, dat bovenstuk. En dat zag je niet. Vanmiddag heb ik nog een hele tijd staan kijken. Die bouwwagens zijn in Nederland althans wagens met... ik moet even mijn corona-hoesje doen. Volgens mij moet ik niet zeggen. Een poes. In Nederland waren gewoon personenwagens met een bol meestal onder het dashboard gemonteerd. Hè? Qua pijlapparatuur en op de middenconsole. Nu is het al wat duidelijker. Maar tegenwoordig heb je dat nationale meetnet en dat is gewoon heel goed.
Daar kunnen ze dus ook iets over techniek. Nou, vertel. Gewoon, van, nou ja, 20 megahertz of zo. En dan inclusief richtinginformatie kunnen ze dat volgens mij opslaan. En dat is ook dit is mijn bril rechtsgeldig, omdat het gecalibreerd is. Even, want de andere bril die zit in het ultrasoonapparaat. Inderdaad, daar staan ze dus vaak. Ja, vertel. Ik krijg gewoon een pen van ze. Ja, echt wel. Ik dacht, nou, die moeten we wel lijken. Ja, nee, die ging hier een techniekballetje op. Of niet? Dus, Ik hou niet van monologen. Ik ben erg benieuwd. Maar goed. Volgende keer dan maak ik een nummer, stel ik. Nee, je kunt wel bellen. 033. Nee. Ga ik dat doen of niet? Eigenlijk staat er wel gewoon Ik heb mijn twijfels. Ik weet niet of ik het geluid... goede smoes. Ik weet niet of ik het geluid in de uitzending... Nou, interview. Blijft, ja. Het. En interview. Nou, ik ga toch even mijn bril pakken. Wie wil er geïnterviewd worden? 033-455-0194. Hier zit een smartphone meter, dus je kunt me niet op 06 bellen. Wel op nummer 095. En 087. Die heb ik wel. Ja, niet allemaal tegelijk. Dat gaat niemand doen natuurlijk. Nou, dat gaat weer goed. Spinazieapparatuur. Wat is het nou? Spionage. Ja, 033 plus, hoe heet het? Plus 31. En dan 33-455-0194. Zo bellen alleen de mensen met een goed geheugen. Nee, plus 31. Voor Nederland. Plus 31, 33... Nee, maar de Jurgen belt vanuit Vlaanderen, hè? Het mooie Vlaamse land, ah wel. Ja, plus... Nee, maak me nou niet in de war. Nee, niet 001, dat is allemaal een plus. Dan moet je dat plus op het toetsenbord drukken. In de keuken praat wist je dat niet? Maar je zit naast de Annieke, zit hij. Goed, betere bril. Nou, het gaat er niet. 033. Nee, plus 31, 33, 4, 5, 5, 0, 1, 9, 4. Ook het nummer van de webshop. Reeds. Die, ja. Nou, dan moet je niet die 33 nog vergeten, wat er nog weer ontbreekt. Hè? Ik heb best wel zin in. Nou, mag zowel met een kieschijf als met druktoetsen. Dat kan alle twee. Een paar nieuwe pakken yoghurt. Tenzij je modem dat niet ondersteunt natuurlijk. Je router. Voorraad morgen ook zo op, hè? Ja. Waar is de techniek? PM-frequenties, wat wel en niet mag. Nou, ik ben benieuwd. Ja, maar wacht even, gaat het dan over de Nederlandse of over de Belgische regels? Ik zit maar alleen, verdikken me. Want je zegt ons. Eigenlijk moet ik me wel netjes, ik zit nu net te doen alsof ik zit te QSO, hè. Maar eigenlijk moet ik mij wel mijn presentatorpet opzetten. Hè. Vroeger stond er in de voorwaarden dat in algemeen verbinding mocht laten spreken. Oh, ik hoor mijn eigen geluid terug. Of moet het in het Engels zitten? Maar je mag verbinding maken met mensen. Ja, ik moet nog een Engelse tekst schrijven volgende week. Verbinding mee te maken. Ook. En goed, dat was bij PMR was dat niet zo. En bij zo goed als zeker. Toen uiteindelijk, ik had dat geprobeerd in het coronagebied. En toen hebben ze dat veranderd. Corona heet dat tegenwoordig. In Catalonië. Ja, nee, dat artikel dat ken ik. Dat is maar niet staat horen. Op agentschaptelecom.nl. En dat komt uit de overwegers van de Evenrede, nou geloof ik, die nieuwsbrief. Van, dat is wel serieus daar. Maar dat had je vorige week bij de Diestaronde al uitgelegd, Jurgen. of zeg ik nou wat onaardigs? De show die ik heb, zet ik uit, wat? Ja, het is heel raar, want ik had helemaal niet bellen. Ik had in België gehad echt, daar hebben ze zo'n kampvuur hebben ze daar, waar ze met geflekte rekens. Ik heb lange tijd, ik heb drie jaar lang een LPD-repeatercode in wolkjes uit van 10 milliwatt. En AT was vanaf het begin op de hoogte ervan. En ik heb steeds gevraagd of wat ik deed niet illegaal was. Ja, en uiteindelijk heb ik dus gevraagd hoe van, nou, ik zou wel willen weten DTMF-code. Wat precies de status is en wat mag je daar nou mee. En toen was het dus zo. Je mag als amateur mag je niet over die LPD-repeater werken, maar als LPD'er wel. Dus je kunt als zet-amateur een legale LPD-porter gebruiken en dan mag je er wel overheen werken. Maar met je amateurapparatuur mag dat niet. Ja, en ik vraag me af of dat zo is. Gaan we naar want, de Belgische waar ligt dat is natuurlijk een hele kietelige grens. Van maar ik ben daar verder niet over in discussie gegaan. AT heeft beleid op dat gebied en dat is ook niet altijd precies wat er in de regelgeving staat.
En dat is vaak in het voordeel van amateurs. Ik vond het altijd zo leuk in Zuid-Vlaanderen. Ik weet niet, dus daar moet je ook niet aandacht voor vragen. Ik heb er wel eens ook zo geweldig. Nou ja, goed, zoals zag deze actualiteitsrubriek. Of niet prongen, maar dat kraam. Ik kwam er dus achter dat het gevolg aan de grenzen had je een. Daarna dus de regelgeving. En daar had hij zijn vaste standplaats. En dan zette hij zijn kraam precies stilzwijgend. Want in Nederland had je dus een ventvergunning nodig. En in België een bakvergunning. Mag. Maar dan mogen over die hotspot geen andere acteurs dan de Nederlandse kant. Dat is ongeveer de basis waarop dat kan. En AT ik vind alleen dat, die man die moet dat alleen op toestaan omdat hij dat weet uit te omdat wij natuurlijk de vergunning hebben om te experimenteren. En dat is een belangrijke doelstelling ook van de amateurdienst. Maar als je alles wat nieuw is meteen tegen de oude regels aanhoudt en zegt van ja, maar dit mag niet. Ja, dat gaat er nu rechtstreeks over dus naar die de gemeente Ravels in het Vlaamse land. Door de vingers gekeken en vervolgens Baarle Hertog en dat we dat toestaan. Nassau, Nassau wil niet horen, want dat is in Nederland. Maar wij wachten op verbinding met Vlaanderen. Ik bedoel, als ik een signaal ergens vandaan hoor, ik weet helemaal niet of Nederland die LPD-repeater komt. Dat ding dat heeft geen koolgever of niks. Dus ik kan reuze te goede trouw zijn naar een station luisteren zonder te weten dat ik op een LPD-repeater luister. Voor die man terugkwam. Vlees aten. En dan maak ik een verbinding waarvan ik niet weet dat hij niet mag. En ik kan ook op geen enkele manier nagaan dat hij niet mag. Ja, dan denk dus of het alles slechtste wat je kunt eten. Voor, en daar zit natuurlijk wel een grijs gebied. Je cholesterol. Ja. Ik had meerdere van die repeatertjes trouwens. Hè, dat ding wat ik hoor nog niets. Ik ergens een berichtje binnen. Maar hoe zit dat? Moet je maar, die vier jaar in de lucht gestaan heeft, die zat 1 megahertz hoger dan PI2 NOS. Dat vond ik ook wel leuk. En een deel van die periode was NOS trouwens uit de lucht. Dus het is al een lange tijd geleden. Wat wel was, is dat heel veel amateurs wisten van dat experiment. En die kwamen dan over Klaverblad Hoevelaken, waar ik maar 400 meter vandaan zit. En de A1. En het was altijd, elke dag weer, zaten mensen te proberen of ze dat ding open PSS konden krijgen. Dus dat was wel heel leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, het is genoeg geweest. Dan trek de stekker er maar uit. Hè. Het ding hangt er volgens mij nog steeds. Dus ik zou hem zo weer kunnen inschakelen. We hebben Echolink er niet bij steeds. Volgens mij. Maar ik had ook een variant die van richting omschakelde. Ja. En die kon je dus ook kaskaderen. Dus dan was het zo dat als je op de ene frequentie zond... Ik houd de telefoon naast de microfoon. De speaker van de telefoon die zit naar frequentie nummer 2. En dat kon, die frequentie nummer 2 kon zowel een PMR als een LPD-frequentie zijn. En je kon ze ook ga je moppen vertellen, dus je kon er meerdere. Ik op een gegeven moment had ik er 4 achter elkaar staan. En zelfs dat werkte nog, terwijl er niet een echte controller in zat. Het werkte gewoon op de Fox. Maar zelfs dat ging nog goed. Dan kon je er 4 achter elkaar zetten. En dan kon je in principe, als je dingen een jaar plaatst, dan kon je al 5-6 kilometer mee. Dus je kon telkens dan 5-6 kilometer overbruggen. Ja, als je weer te binnen schiet, dan zit je op 20 kilometer. En dan aan twee kanten een PMR-porter, zodat je ook lokaal wel weer flink wat bereik hebt. Dus je kunt daar leuke repeatersystemen mee maken. Zul je net zien, dan is Peter er niet, hè? Gisteren zat hij te mopperen dat het helemaal voorbij was met die delimiters. Voor Peter zal ik een live uitzending doen. Hij bemoeit zich nergens mee, dus hij is weg. Nee, hij zit er nog. Ja, is hij er wel. Peter, zit je te luisteren, man? Verdikken me. Of gekocht. Ja, Peter kan gewoon bellen, volgens mij. Ik heb nog een telefoon. Ik heb hier vier lijnen. Er staat me iets van bij dat tegenwoordig 10 En ik heb hier zo'n wandtelefoon heb ik ook nog. Volgens mij is dat wel het maximum, want die andere telefoon is volgens mij niet geladen. Maar als je ditzelfde nummer belt, dan krijg je gewoon niet op 70 op zee werken. En een echte bel, hè? Die het niet zomaar heeft. Controleert dat er iets van... Maar er gaat echt een bel over. Zoals het vroeger was. Ik heb al heel lang geleden een keer met de FT817 op 11 meter gezeten. Ik had toen geen 11 meter bakje in huis. Dus tenminste niet eentje die ik zo kon gebruiken. En er zaten wat mensen over mijn baken te praten. En toen dacht ik, nou ja, dat is tune out hem even in een praat. Maar blik dus een van die mensen een presentator van de wereldsomroep. Maar dat hangt van je eigen computer af. Dat is ook heel wat gebufferd. Maar dat heb ik wel gedaan. Maar tegenwoordig heb ik wel een 11 meter bakje. Ik heb lange tijd 11 meter bakjes verkocht. Van het merk TTI uit Korea. In Zuid-Korea. Waar die gemaakt is wel heel leuk. Bij de stream lange tijd 49 euro. En die werken standaard op 10 meter. Het enige is dat er geen repeater shift in zit. En ook niet makkelijk in te maken is. Maar die kunnen alle kanalen op een 5KC raster kunnen ze maken. En dat voor die prijs. En dan 4 watt uit. AM en FM. Niet gek natuurlijk. Maar daar heb ik er nog één van. En daar kan ik in principe legaal mee op 27 PC uitkomen. Dat ding is, ondanks dat die wel om te programmeren is met een code, is die wel legaal. Ja, met de audio.
alsjeblieft. Ja, nee, wat er gebeurt is, zij zijn bang dat de buffer vol loopt. Of leeg loopt bedoel ik. Dus wat ze doen is dat ze met Zuid-Korea audio een paar een heel klein beetje uitrekken. Dus zij het uitgezonden audio, dat is net trager, dat houdt wel dezelfde toonhoogte. Maar dat wordt net een heel klein beetje gestretched. Ik weet niet of je zo'n pijllaag wel eens gezien hebt, Jurgen. Ik wel. Je hebt een kwartier dat het. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar lange tijd. Nee, dat is nu niet meer zo. Maar lange tijd had je. En dat is ook de reden waarom je had tv-beelden geeft. Daar verschillen. Die monitoringwagens. Dat waren een soort bestelwagentjes die gecamoufleerd waren met een extra dakverhoging erop. En die was anti-slant. Nee, Zuid-Korea nee, dat weet ik niet. De enige manier waarop je het kan oplossen is gewoon het, de MP3 nee, maar dat was dus de want plafond, dan is hier recht. Dat was wel daar op dat, maar dat was dat stuk daarboven, dat was dan en bij DRM heb je daar geen last en daar van, omdat dan dat dan op een heel andere manier werkt. Dus die, nee, niet anti-slant. En dat zag je niet. Ja, maar die pijlwagens, dat ja, zijn... alleen het enige is dat op mijn nieuwe computer... Ik ben er nog steeds niet achter waarom het gebeurt. Het gebeurde ook op een ander Linux-systeem, maar bij die nieuwe versie... comprimeert hij alle plaatjes naar 150 naar 120 formaat. Dat is belachelijk. Dus die hele grote afbeelding, die kan ik niet meer in DRM uitzenden. Ja, met WinDRM zal het wel gaan. Maar tegenwoordig heb je dat nationale meetnet en dat is gewoon... Linux maakt geen fouten. Ze kunnen ook een heel versiespectrum mee opnemen. Echt wel... van, nou ja, 20 megahertz of zo. En dan inclusief richtinginformatie kunnen ze dat volgens mij opslaan. En dat is ook in de rechtbank nog rechtsgeldig, omdat het gecalibreerd is. Oh, ze stonden op de... Inderdaad, daar staan ze dus vaak. Ja. Eens kijken of ik jou wat harder kan krijgen. Ik ben ik live? Ja, jawel, maar je geluid is niet zo hard. Ah, kijk, dit is wel harder. Klopt dit, Sander, is het harder? Ja, maar voor mij is het goed. Ja, maar ik ben nu zelf te hard, zie ik. Ik ga echt dik ik over de nul heen. Dus dan moet ik fluisteren. Volgende keer dan maak ik een nummer stellen. Een beetje onder het rood blijven, John. Ja, nou, nee, het is niet alleen rood. Ga ik dat doen? Het is witheid. Ik heb mijn twijfels. Ik weet niet of ik het geluid in de uitzending. Je hebt een interview. Ja, een interview. Ja, volgens mij ga jij er ook al overheen nu. Ik wil geïnterviewd worden. Ik weet het niet. Ik zit met de telefoon, dus 033-455-0194. Hier zit een smartphone bij me, dus je neemt me niet op 06 bellen. Oh, Sander vindt het prima. Wel op nummer 095. En 087. Die heb ik wel. Ja, dat is corona hoor. Nee, dat is geen corona. Ja, niet allemaal tegelijk. Ik ben wel in coronaland geweest. Gaat niemand doen. In de winkel van JBE. Oh ja, natuurlijk. Spinazie. Oh, wel, is het daar al zo? Je bent dan in Rotterdam geweest? Nee, wat is het nou? Spionage. Ja, 033 plus, plus 31. En dan 33-455-0194. Dan heb ik op een gegeven moment met die oude heb ik ooit een zo bellen alleen de mensen met een goed geheugen. Oké. Nee, plus 31. Voor Nederland. Plus 31, 33. Oh, ja. Nee, ja, ik kan wel goed met ze opschieten. Maar dat is ook omdat ze wat vanuit met Vlaanderen met Icom hebben. Zij hangen mooie niet dicht tegen Icom aan de andere. En ik hang ook dicht tegen Icom aan. Nee, dus, maak me nou niet in de war. Die zoon, hè? Niet of het aan in zit. Nee, niet 0. Oh, ja, dat is allemaal plus. Hoe heet die alweer? Plus op het toetsenbord drukken. Wist je dat niet? Ja, Twan heet hij. Twan. Die zit naast de Ennieke zit hij. Dat, de oude mevrouw, de laatste keer dat ik contact heb gehad, werkte de oude mevrouw werkte er nog. Die was ook wel een beetje bazig. Nou, het gaat er niet. 033. Ja, nee, plus 31, 33, 4, 5, 5. Ja, dat is een goede zaak. Ze zijn echt goed hoor. Ook het nummer van de webshop. En ik stuurde ze gisteren een mailtje. Ik zei, dit en dat hebben. Nou, dan moet je niet die 33 nog vergeten, wat er nog weer ontbreekt. Hè? Nou, mag zowel met een kieschijf als met druktoetsen. Dat kan alle twee. Tenzij je modem dat niet ondersteunen natuurlijk. Oh, we lekker daar klaar voor jou aan de bar. Die komt morgen in mijn lak. Perfect, ja. Ja, goed, maar tegenwoordig moet je ook wel. En zeker een winkel heeft het moeilijk, hè. Maar zij leven niet van de amateurwereld. Maar sommige andere winkels wel. Maar zij leven van de wielrennerij bijvoorbeeld. Hoewel dat nu ook wel stil zal staan, hè. Dus, ja, ze verkopen ook wel netjes. Ik zit nu net te doen alsof ik zit QSO. Eigenlijk moet ik mij wel bij die camera-helikopters meevliegen. Dat doen ze volgens mij ook. In algemeen beschaafd Nederlands spreken. Dat is niet enkel amateur. Nee, volgens mij is de amateurwinkel ook maar 3 dagen per de week. Dat daar Amerikaans? Of in het... Ja, ik moet nog een Engelse tekst schrijven volgende week. Een behoorlijk lange ook. Oh, nou, dan weet ik niet. Ik ging gewoon wat spullen ophalen. Zo goed als zeker. Ook een klant in corona. Dat wist ik niet. Nee, maar ik ben er volgens mij een keer geweest. Maar dat is echt sinds mensenheugenis. In Catalonië.
gelukt. Dat niet waar, ik nog een keer naartoe wilde, is HJ, want die zijn zo verschrikkelijk aardig in Berg en Terblijf. Ik ben er wel eens een keer in de buurt geweest, maar dat was een wandeltocht met mijn toenmalige schoonouders. En toen wou ik ze dat niet aandoen om, ik wou een goede indruk maken. Ik dacht, gaan we niet amateurwinkel in. Ik had er toen graag wel naartoe gewild. Bergje Terblijf, waar ligt dat dan ook? Berg en Terblijf, bij Valkenburg. Oh, dat is ook niet vlakbij. Dat is niet vlakbij hoor. Die ik heb, zit ik uit, wat? Ja, dat is onderuit over. Jurgen, die kan helemaal niet bellen. Joh. Die heeft in België gaat dat echt, daar hebben ze zo'n... Nee, Valkenburg en Limburg hebben ze. Maar ze hebben het geflekte deken. Ja, ik wou zeggen, nee, Limburg is dat. Dat is ook ingeslagen. Bij, tussen Maastricht en Vaals en dan erboven. En helemaal erboven, want ik heb er wel eens gefietst. Ja, ik weet niet of ik dat... Ja, Sjefke. Ja, Koele Pascal, die zit daar, joh. Die zit daar vlakbij. In Schimmel. Nee. Weet het, Peert van Ammerloeks, Schimmel. Nee, wat een plaatsje nou? Daar zag het niveau toch al te erg. Nee, Schimmert. Een pindarot zit, dat kan. Ja, 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 ja. Ja, ik weet het wel, want de kennis van mij is daar heel lang de huisarts geweest. Guus Jasper. Gaan we naar de Belgische Vrienden. Oh, dus ik mag geen naam noemen inderdaad. Ja, die was wel de huisarts. Ach, dan maar toch. Zit tegenwoordig in Terneuzen. Even kijken. Ja, ik dacht van, in Ravels moet ik niet wezen, dus... Nee, ik vond het altijd zo leuk in Zuid-Vlaanderen. Ja, die andere was stuk gegaan, maar ik heb die porto al 10 jaar, joh. Dus, dat zag ik had ongeveer de eerste, bijna de eerste. Ik zag die brochure, die zag. Aan de grens, daar had je een parkeerplaats. Ik was meteen al deze vaste standplaats. Dat is een porto die kraam zette. En ik had toen echt geen porto nodig. In Nederland had je dus een ventvergunning nodig. En in België een bakvergunning. En ik had al een tweede. Ik wilde dat ding echt hebben. En dat was zo'n Nederlandse standaard was het op het moment. Ik heb dat gewoon gedaan. En ik vind alleen die man, die moet je het alleen op staan. Ja, dus nooit spijt van. Dat is het meest gebruikte apparaat wat ik heb, denk ik. Dus, ja, ik ben in ieder geval zelf ook over die 31 heel tevreden. Hij is in Europa wel te koop, blijkt. Maar goed, in Engeland... Ja, dan schakelen we nu rechtstreeks over precies, naar dus, de gemeente. Ik denk dat het in het wel in het Vlaamse land... Ik zal Ancon wel eens benaderen om niet toch daar Hertog van inkopen. En zo niet, dan kom ik wel aan. Ik hoop ze desnoods in Nieuw-Zeeland. Maar... Daar zijn ze echt goedkoop. Nee, dus als je op verbinding met Vlaanderen, dan kosten ze €2,35, hè? Aha, oké. Nee, mocht Nederland niet. Ja, nee, maar ik doe wel alles netjes. Dus ik moet dat douanebedrag wel rekenen. Oh, Ossewit? Wat is Ossewit? Dat is van heel netjes. Ik wil daar echt niet overheen gaan. Dus stel dat dat in Nieuw-Zeeland of in Amerika, dat het ook vers... Ik kan er wel eentje van verkopen. Of twee of drie, maar als dat een versie is die geen CE-keurmerk heeft, dan kan ik dat eigenlijk niet doen. Want ik wil dat toch echt goed. Ja, voor mij is het gewoon een firmware die anders is. Ja. Dus, en bovendien, hij kan alles. Het enige is dat hij wat grotere bandbreedte heeft. Dat heeft mijn FT257 natuurlijk ook. Die werkt van 420 tot 450. Ik wou zeggen, moet je nou eerst die kabels en niet nog daarbuiten. Dus, hoe zet ik dit ding nou op laat spreken dan? Even kijken hoor, of dat lukt. Ik zou het niet weten. Ja, ik heb een speaker. Nee, voor dat enorme bedrag meer, want die dingen zijn echt niet goedkoop. Nee, er zit altijd 450. Ja, dat zou ik doen, want ik hoor je echo. Ja, en dat is het goedkoopste D-Star-apparaat wat er is. Dus het is echt een elite sport aan het worden. PSA. Nee, deze is enkel voor mij aan thuisgebruik. Dus ja, dat kan niet aan dingen liggen. Je moet daar helemaal geen enkele band hebben. Nee, en dat ding is klein en licht. Dat is echt een leuk ding. Ja, het is een leuk ding. Ja, maar die staat gewoon uit. Heb je DPRS al geprobeerd? Ingestoken. Ja. Wat? Ja, ik hoor geen echo meer. Ja. JVB wat harder. Ik hou mijn telefoon naast twee maanden audio op. Echt, de speaker van de telefoon. Ik die zit. Moet dat nog veranderen, want neem jij dit 553 Ook. Ja, het is echt... ja, joh, want bij mij ook was nog 1% leeg. Die kon toch de hele dienst daaronder nog op opnemen. Dat ging makkelijk. Makkelijk. Ja. Dus van 7, 8 uur kon ik nog... Nee, ik vind het laat maar staan, joh. Ik heb de ballon voor zich van 3 jaar geleden heb ik er nog in staan. Ik ben niet vergeten. Ah, die vond ik gaaf, hè? Die foto. Ja, nee, als hij me weer te binnen schiet. Van die ballon. Hij was ja, ik heb er heel veel uitgezonden. Welke? Hey, ja, ik vind het leuk. Ja, inderdaad. Maar die heb ik gewoon van de Hobbyscoop-site af, hoor. Er niet, hè? En die zat gisteren... Je moet dan al even zoeken. Dat het helemaal voorbij was met die Daily Minutes. Ja, zal voor Peter zal ik een live-uitzending doen, maar... Hij bemoeit zich nergens mee, dus hij is weg. Ja, is hij er wel? Peter, zit je te luisteren, man? Ja, het gaat wel door. Met coronaregels. Ja, Peter kan gewoon bellen, volgens mij. Want ik heb nog een telefoon. Ik heb, uh,
Ik heb hier vier lijnen. En ik heb hier zo'n wandtelefoon heb ik ook nog. Volgens mij is dat wel het maximum, want die andere telefoon was hij geladen? Nee. Maar als je ditzelfde nummer belt, dan krijg je gewoon verbinding. Oh, wacht even eens. En dan echt een bel, hè? Niet zomaar even. En niet dat er iets van... Maar er gaat echt een bel over. Zoals het vroeger was, in de jaren 80 nog. Maar dan kun je toch gewoon wel 1,5 meter uit elkaar gaan zitten. En, en je hebt van die mondkapjes met die je open kan schuiven bij je mond. Dat je even een hap kan nemen. Dat is handig. Ik zie de tweede toestel niet. Dus, gewoon een gaatje inknippen. Die ga ik verkopen. Dat is een idee. Ja, 40 seconden, maar dat hangt van je eigen computer af. Wat er gebeurd wordt. Ja, ik moet een wokka-wokka aanbieding maken met mondkapjes. Dat heb ik al wel. Dat is wel. Die moet ik. Doe dan een mondkapje en met bijgeleverde schijf. Oh, dat is wel heel. Bij de stream bedoel je. Oh, dat is wel heel weinig. Ja, dan moeten we even kijken of het. Ja. Of een of ander buisapparaat. Dat je als een astronaut naar binnen kan werken. Ja. De stemmetjes met het rietje. Dat is een van mijn favorieten. Die vond ik wel zo leuk. De antenne met een knik erin. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is. Ja, met de audio. Ja, nee, wat er gebeurt is, ze zijn bang dat de buffer vol loopt. Of leeg loopt bedoel ik. Dus wat ze doen is dat ze het audio een heel klein beetje uitrekken. Dus zij wetenschappers. Uitgezonden audio. Dat is net trager. Dat houdt wel dezelfde toonhoogte. Maar dat wordt net een heel klein beetje gestretched. Moet er een hoogfrequent component moeten erin zitten. En dat is op 24 uur is dat wel misschien een RFID-chip dat het meer is. Dus het is niet weinig. En op 70 centimeter. En dat is ook de reden waarom die SSTV-beelden scheef staan. Zoiets, ja. Ja, en ik krijg er ook niet meer mee. Ja, nee. Ik zal dus even denken. Ook verkrijgbaar met vleugels. Ja, van die Hannibal. Anti-slant. Klein lichtje, nee, dat je hem draagt. De enige manier waarop je het kan oplossen is gewoon het de MP3 draaien. Want dan is hij recht. Daar klopt het wel. Dan moet je in de Efteling zijn. Nu! Bij DRM heb je daar geen last van. Omdat dat op een hele andere manier werkt. Nee, niet anti-slant. Ja, maar ik zit in de duidelijk. Ja, alleen het enige is dat op mijn nieuwe computer, ik ben er nog steeds niet achter waarom het gebeurt. Het gebeurde ook op een ander Linux systeem bij die nieuwe versie. Ja, comprimeert. Nou ja, ze zijn bang dat door het dragen van die masker de mensen de andere dingen niet meer naleven. En nu is vandaag gebleken uit onderzoek van notabene die vermalen bij de RIVM, dat juist het dragen van maskers de afstand vergroot die mensen houden. Linux had ik ook al gemerkt trouwens, maar dat was puur vanwege de schrik. Nee, ja. Echt wel. Als ik verkeerd opstart, hè? Ik had echt naar de dierenartsen pas. Ik had overwogen. Ik denk, ik vind het zo. Ik voelde me zo rot om het. Ik denk van ja, ik wil overal wat dat mondkapje gaan dragen. Zoals ik in die column ook geschreven. Ik wil dat gewoon doen. Dus kijk of ik wel handig kan krijgen. Ik was het van plan. Dan maak je ze zo aan de schrik. Maar ja, jawel, maar je geluid is niet zo hard. Ik heb helemaal geen afstand. Klopt dit, Sander? Is het hard? Praten gewoon en ik denk, ik draai hem om en dan krijg ik het volle laag niet. Ik ben nu zelf te hard. Maar ik ga echt dik over de nul. Een beetje grof, ja. Dus moet ik fluisteren. Ja, die zijn natuurlijk druk. En zachtjes. Dat snap ik ook wel. Maar het is niet alleen rood. Maar dat was toch een beetje te veel. En de assistent zelf hield wel afstand, hoor. Dus dat was wel netjes. Nee, ik had aan mijn mondkapje op. Dan zit het erover. Dus, volgens mij ga jij er ook over heen. En dat had ik wel. Misschien dat ik er maandag nog even heen ga. Wat extra halen. Kijken of ze dan ook meer afstand houden dan vandaag. Nee, ik zet hem al iets. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik neem weer iets terug. Empirisch onderzoek. Oh, Sander vindt het prima. Ja, ik eerlijk zeggen, ik heb mijn arm naar buiten gehad. Ja, dat is corona, hoor. Nee, dat is wel. Ik ben vandaag wel in corona-land geweest, hè. Oh ja, natuurlijk. Oh wel, is het daar al zo? Je bent dan niet in Rotterdam geweest? Twee mondkapjes die liggen daar voor. De laatste keer dat ik bij JBE ben geweest, dat is 20 jaar geleden. Oké, maar toen was er nog geen corona. Toen was er geen corona. Heb ik ooit in België gehad. Oké. Het was verplicht en toen hebben ze tegen hem gezegd, ik kom hier nooit meer. Ik kan wel goed met ze opschieten, maar dat is ook omdat ze wat met e-com hebben. Het allerleukste is dat die camera's met gezichtsherkenning niet meer werken. Ik vind dat echt zo geweldig. Iedereen moet een kapje dragen. Echt overal in de openbare ruimte. Daar houden ze wel op met die camera's. Ik ga je wel eens vertellen. Twan heet hij. Ja, en volgens mij is het zo'n vrouw verwacht,
Dat, de oude mevrouw, de laatste keer dat ik contact heb gehad, werkte de oude mevrouw werkte er nog. En die was ook wel een beetje bazig. Zonder mondkapje op, hè? Ja. Staat de een of andere scannercamera. Ja, dat is een goede zaak. Dat is echt goed, hè. Dus, en ik stuurde ze dus en dat is bij de Aldi, hè. Dat is niet bij een dure winkel. Dat is ja, nee, maar alle rijke stinkers kopen bij de Aldi, hè. Hebben we dat niet gezien. Ik bedoel, daar wordt bekakt gepraat, hoor. En ze willen het niet weten, hè. Dan doen ze een hoofddoekje om of ik weet niet wat. En ze doen net, hè. Maar ik bedoel, het zijn alle rijke stinkers die er kopen. Ik bedoel, mensen die kopen wel ergens anders. Ja, die, maar tegen bij de Aldi zit allemaal rijke stinkers. Zeker een winkel heeft het moeilijk. Lidl. Maar ja, nee, zij weet dat het in België ook zo is. Maar sommige andere winkels wel. Maar zij leven van de wielrennerij. Ja, precies. Hoewel dat nu ook wel stil zal staan. Hè? Dus, ja, die verhuren heel veel. Hè? En, ja, ze verkopen ook. En ook aan helikopters en dat soort communicatie. Dus bij die camera helikopters. In Duitsland kochten wij dat. Dat doen ze even op. Ik moet wel zeggen. Heel veel, hoor. Het is niet enkel amateur. Nee, want volgens mij is de amateurwinkel ook maar 3 dagen per de week dat daar echt een deskundige staat. Ja, nee, in Duitsland hadden ze van die flessen schnaps van 6 D-mark. En wijn in van die appelsientje pakken. Nee, maar ik ben er volgens mij 1 keer geweest, maar dat is echt... En we gingen daar tanken, dus wij hadden het geld hadden we er al uit. Waar ik nog een keer naartoe wilde, is H.J., want die zijn zo verschrikkelijk aardig en bergend te blijven. Ik ben er wel eens een keer in de buurt geweest, maar dat was een wandeltocht. Het was wel grappig, want het ging daar in 2 richtingen. Want die Duitsers die konden daar weer goedkoop bussen. Ik wou een goede indruk maken. Ik dacht, gaan we niet amateurwinkel in. Ik had er toen graag wel naartoe gewild. Bergend te blijven, bij Valkenburg. Geen melk en geen kaas moet kopen, zuivelproducten. Dat is niet vlakbij, hoor. Die hartstikke duur. Ja, dat is onderuit over. Moet ik in België kopen en niet in Nederland? Want Nederland is hartstikke duur. Nee, Valkenburg is hartstikke duur, maar ik bedoel, ze hebben dat merk als Heineken. Ja, ik wil zeggen, nee, Limburg is dat. Dat is helemaal niet te zuipen. Tussen Maastricht en Vaals en dan erboven. En helemaal erboven. Ik hou sowieso niet van bier, maar dat Heineken, ik weet niet of smaak eruit gaat. Ja, Koele Pascal, die zit daar. Maar is het al niet lekker? Vlakbij. In Schimmel. Nee. Weet je, Piet van Ameloux. Schimmel. Nee, wat een plaatsje nou? Schimmert. Schimmert, juist. Ja. Ik weet het wel, want de kennis van mij is daar helemaal aan de huisarts geweest. Guus Jasper. Ja. Oh, dan zeg ik dat in, ik moet geen namen noemen in de uitzending. Maar die was wel de huisarts daar. Zit tegenwoordig in Terneuzen. Ja, ik heb tegenwoordig heb ik ja, ik dacht ik aan de Ravensburg zoveel dus, van die glazen, van die wijnglazen. Ik drink alcoholvrije wijn, hè. En ik heb ik heb die glazen kapot gegooid omdat ik met mijn elleboog en had ik de kat en de kat die zwiepte met de staart de eerste die, nou bijna de eerste ik zag die brochure die gepantserde weg hoe noem je dat van op de camping verkocht meteen onder de indruk hartstikke goed man en dan stond erop je moet geen rode wijn in doen want het kleurt dat is helemaal geen porto nodig want ik had net hartstikke goed dus ik en ik heb hem een paar keer omgestoten maar er gebeurt niks en ik had al een tweede en ik wilde het ding echt hebben en dat was eigenlijk een uitgave die onverstandig was op dat moment van polycarbonaat en dat heeft niks met vlees te maken. Ja, dus nooit spijt van. Dat is het meest gebruikte apparaat wat ik heb, denk ik. Dus, oh, ja, inderdaad. Maar kan dat, doorzichtig? Heel tevreden. Hij is in Europa wel te koop blijft. In Engeland heb ik hem al gezien. Ja, precies. Dus ik denk dat het verstand wel enigszins komt. Ik zal Ancon wel eens benaderen of ik hem nu toch daar kan inkopen. Ja, ik heb wel eens gezegd, dan kan ik je iets vragen op zoek. Ik heb wat in Nieuw-Zeeland. Daar zijn ze echt goedkoop. Dus, Ja, nee, ik weet dat je dat wel doet. Maar, Ja, nee, maar ik doe wel alles netjes. Dus ik moet sowieso dat douanebedrag wel rekenen. En, ik zal wel eens, als ik echt, maar ik dat moet ook echt iets zijn waar ik wat aan heb. Ik wil daar echt niet over gaan. Dus stel dat dat in Nieuw-Zeeland of in Amerika, dat het ook vers, ik kan er wel eentje van verkopen. Of 2 of 3, maar als er een vers is die geen CE-keur meer heeft, dan kan ik dat eigenlijk niet doen. Ik wil dat toch echt goed. Ja, voor mij is het gewoon een firmware die anders is. Dus, en bovendien, hij kan alles. Het enige is dat hij wat grotere bandbreedte heeft. Dat heeft mijn FT257 natuurlijk ook. Die werkt van 420 tot 450. En niet nog daarbuiten. Dus, Wat zou ik nou moeten beter een doosje kopen? Ik heb al veel heerlijk. Nee, voor dat enorme bedrag meer, want die dingen die zijn echt niet goedkoop. Schoenen? 450, ja, dat is wat het kost. Zou
kunnen. Ja, dat is, dat is het goedkoopste dienstaanapparaat wat er is. Dus het is echt een elite sport. Dus dan moet de nee, ik heb het nodig. Ja, dit is enkel voor mij. Jongen, jongen. Nee, en het ding is klein, is licht. Het is echt, het is echt een leuk ding. Ja, het is een leuk ding. Ik heb er alleen nou een... Heb je DPRS al geprobeerd? Wat? Wat? Ik heb een SD-kaart ingestuurd van 32. Ja, het is toch niet illegaal, hè? Nee, dat is een... Oh, dan kun je twee maanden audio opnemen. Ja, ik moet dat toch veranderen, want ik heb een record 553. Ja, het is echt... En dan aan de bovenkant kunnen... Ja, want bij mij ook was nog 1% leeg. Die kon toch de hele dienst daaronder nog op opnemen. Dat ging makkelijk, ja, makkelijk. Iets van 7, 8 uur kon ik nog... Ja, nee, ik had dan wel een kaartje van... Oké. Okay. Nee, laat maar staan, joh. Ik heb de ballonvoorzicht van 3 jaar geleden. Heb ik er nog eens een kaartje. Ik heb zo'n mountaintopper, toch? Ja, 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 ja. Die is per maat van een creditcard. Alleen is wel wat dikker. Ja, ik heb er heel veel uitgezonden. Welke? Maar Sander had nog iets. Of je wat voor hem wil printen. Oh ja, inderdaad. Maar die heb ik gewoon van de hobbyscoop-site af. Dat hij vraagt of je een Maserati van kan. Je moet dan al even zoeken. Het is een YouTube-linkje. En als ik dat opstart, dan gaat het hier helemaal fout. In het piepschuim. Ik kan dat printen, hè. Maar in de ware grote. Wat is het dan? Ja, het gaat wel door. Oh, Lego. Met coronaregels. Maar ja. Lego. Lego, ja, zegt hij. Oh nee, die blokjes met zijn naam erin. Ja. Afgelopen week had ik een barbecue. Ja, dat kan. Maar dan moet hij maar eens goed kijken op die site. Samen ook met dat is wel betaald, hè? Ja. Was hij er? Oké, maar dan moet je dus het ontwerp kopen, bedoel je? Ja, oh, wacht even. Vanwege de corona. Maar kun je het zelf niet dan? Of 13 mensen. Oh, dat weet ik nog niet. Ja. Maar dan kun je toch gewoon wel 1,5 meter uit elkaar gaan zitten. En de mond... Nee. En je hebt van die mondkapjes met die je open kan schuiven bij je mond. Ja, en een hap kan nemen. Dat is handig. Nee, maar Margreet, die mijn vriendin die vroeger ook al gewoon een gaatje inknippen. Die ga ik verkopen. Dat is een idee. Ja, sieraden is natuurlijk wel leuk. De eerste keer dat ik een... ik moet een wokka aanbieding maken met mondkapjes. Daar heb ik al wel... Dat is al... Die moet het Centraal Museum in Utrecht. En daar was ik voor de opening uitgenodigd. En daar stond iets waarvan ik eerst dacht dat een heel groot kopje koffiezetapparaat. Toen dacht ik van nou, dat is een warmhout oventje of zo. Of een van de buisapparaten die je printen. Dat is een astronaut naar binnen geweest. Ja, dat was wel heel mooi, moet ik zeggen. Heel gedetailleerd. En dat zag er wel heel goed uit. Ja. Oh, ja, de stemmetjes met het rietje. Dat is een van mijn favorieten. Die vond ik wel zo leuk. De antenne met een knik erin. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is. Wat? PLA? PLA schrijf ik, weet niet wat dat is. Het Chinese leger. Het Chinese leger, dat heet PLA. People's Liberation Army. Het Volksbevrijdingsleger van China. Ja, nee, zo heet het. Ja, ja. Ja, maar er moet een hoogfrequent component moet erin zitten. Dus moet er misschien een RFID-chip. Nee, dat is een anti-blokkeersysteem. Op 70 centimeter. Dat is als loopantenne. Ja, zoiets, ja. Ik krijg hier weer een illegale melding. Ja, nee. Wat voor illegale melding? Wie doet dat? Ook verkrijgbaar met vleugels. Van die Hannibal-maskers. Kleine de LPD-kanalen? Dat je hem draagt. Nee, dit is niet de LPD-kanalen. De kleren van de koning. Ik word nieuwsgieriger en nieuwsgieriger. Ik wil er alles van weten. Nee, nu, mondkapjes. Waarvan je niet ziet. Oh, is dat zo erg geheim. Dat je ze draagt. Ja, maar ik. Ik dik voor elkaar zo van. Dit is een geheime zender. Dus niemand mag dat weten. Toen kwam er een opsporing op. Nee, sorry hoor. Niemand mag het weten. Ja. Nou ja, ze zijn bang dat door het dragen van die masker de mensen de andere dingen niet meer naleven. Ik wil het helemaal niet weten. Vandaag is gebleken uit onderzoek van notabene die vermalen bij de RIVM. Nee, doe niet. Ik wil niets. Dat juist het dragen van maskers de afstand vergroot. De komende dagen, ik stuur maar een paar mailtjes. Dat had ik ook al gemerkt trouwens, maar dat was puur vanwege de schrik. Ja, hier in België. Nee, ik wil er niet. Nee. Nee, ik had echt met de dierenartsen pas, dat ik echt weet. Ik had overwogen, ik vind het zo, ik voelde me zo rot om het ik wil overal dat mondkapje gaan dragen. Het is een marteling, ik was zo nieuwsgierig, maar ik wil het niet weten. En ik was van, dan maak je ze zo aan de schrik. Maar ik liep vol met bouwvakkers en die hielden helemaal geen afstand. Niet doen. En die praten gewoon. Anders zet ik de microfoon uit, of ik draai een jingle of zo. Volle laag niet, maar...
Ik vond dat echt wel een beetje grof, ja. Kijk, dus, ja, die zijn natuurlijk druk en dat snap ik ook wel. Maar nee, ik vond dat toch een beetje, ze waren aardig, maar dat was toch een beetje te veel. En de assistente zelf hield wel afstand hoor, dus dat was wel netjes. Maar Turkse vrouwen, die hebben goed, allemaal hoofddoekje op. Nee, ik had aan mijn mondkapje op moeten doen. Dus dan hadden ze wel, dan hadden, en dat had ik wel. Misschien dat ik maandag nog even heen ga, wat extra halen. Kijken of ze dan meer afstand houden dan vandaag. Ik was natuurlijk wel leuk. Dan moet je, dat is het wokka mondkapje. Met mobiele telefoonhouder. Wat dacht je daarvan? Ja, ja. Ik heb altijd nog Ik zit ook. Ik idee of jij met me kan horen. Ja, ik hoor je prima. Maar het vervelende is dat ik dus voor Sander die, en voor iedereen die verder nog luistert, die die verdomde telefoon voortdurend bij de microfoon in de buurt moet houden en daar er ook niet tegenaan moet tikken. Dus kijk, ja, ja, dit. Maar ik vind het toch wel belangrijk. Moet ik jou wel één ding zeggen, John? Okay. Je bent hasjes aan het roken. Ja, het is in de winkels verplicht. maar nou wordt het deze week ook verplicht. Nee, ik heb dat hier op de microfoon ook niet. Ja, maar het andere microfoon wel. En daar is het dat nodig. Die camera's met gezichtsherkenning niet meer werken. Ik vind dat echt zo geweldig. Iedereen moet een kapje dragen. Echt, overal in de openbare ruimte. Ja, daar houden ze wel op met die camera's. Ik ga je wel leuks vertellen. Oh, daar is de ICOM. Dat is het uitschakelpliepje wat alle ICOM's hebben. Maar als ik hier in het dorp uit. Ja, natuurlijk ken ik dat. Al die binnenwandel. Ja, ik ben heel benieuwd naar die... Zonder mondkapje op, hè? Ja. Ja, die gaat gewoon lang mee. Dat, is, wel echt, dat scheelt echt wel een hoop. Ja, direct het alarm af. Net iets te kort meegaan. En dat is bij de Ja, ik voor mij niet, maar ik neem het ding ook niet te vaak mee te doen. Alle rijke stinkers kopen bij de Aldi, hebben we dat niet gezien. Ik bedoel, daar wordt voortdurend gepraat, hoor. En ze willen het niet weten, hebben ze een hoofddoekje om of ik weet niet wat. Ze doen net, maar ik bedoel, het zijn alle rijke stinkers die er kopen. Ik bedoel, mensen die gaat wel lang mee. Inderdaad, die kopen wel ergens anders. Die kopen vaak wel een paar dagen, maar bij de Aldi zijn allemaal rijke stinkers. En bij de Lidl. Ja, nee, ik weet niet of dat in België ook zo is, maar... En hier komen heel veel Nederlanders, hè, naar de Aldi. Ja, ja, precies. Maar wij zijn hier, dat was de eerste Aldi in België. Oké. En ik heb ook hier originele gekocht. En dan komen heel veel Nederlanders snel naar de koop. Ja, ja. Ik heb in Duitsland kochten wij dat vaak. Want daar denk ik... Nee. Oké. Gewoon snel. Ik had vroeger had ik een Jezus en dan kon ik hem omschakelen. Dat was wel handig. En ik heb hem meestal had, dus die accu's die gingen heel lang mee daardoor. Nederlandse producten en dat scheelt wel veel. Ja, nee, in Duitsland dus hadden ze van die flessen snaps van 6D. Dan moest je dan ook helemaal leeg en helemaal bij de technologie. En wijn in van die appelsintje pakken. 30% meer is genoeg. Ja, in die dozen. En wij gingen daar tanken, dus wij hadden het geld hadden we er al uit. Ja, ik wou er nog één dingetje bij kopen, behalve die kabel. Of 1,50 euro. Ja, nee, dat scheelde echt veel. Maar het was wel grappig, want het ging daar in twee richtingen. Want die Duitsers die konden dan hier weer goedkoop diesel tanken. Een dingetje, ja. Afijn, dat douw je aanbatterijtjes in en op het ding. Zo'n houdertje, ja, inderdaad. In de supermarkt. Maar is die er voor ICOM of? Dat weet ik niet eens. Ja, voor de ICOM is die er ook, maar dan kost die ook rond 45 euro. Voor iets waar niks in zit, is dat toch wel erg is hartstikke duur, maar ik bedoel, ze hebben dat merk als Heineken. Had je nou wel een bocht? Die kabel die je gekocht hebt, is dat de programma? Helemaal niet te zuipen. Nee, die kabel heb ik niet gekocht, die was 45 euro. Ja, ik hou sowieso niet van bier, maar dat Heineken, dan hebben ze ook nog alle smaak eruit gehaald. Dan is het al niet lekker. Volgens mij is dat ook de kabel waarmee je die app kunt gebruiken. Die app die is gemaakt voor Bluetooth, voor de apparaten die nog nieuwer zijn. Maar die app die kun je, een Italiaan die heeft iets uitgevogeld, nou, een routinetje. En dan kun je die app ook gebruiken met het kabeltje. Dus dan kun je hem ook op de ID31 gebruiken. En dat is de app waarmee je bijvoorbeeld foto's kunt maken en versturen. Ja. De app kun je downloaden van, die is voor Android, van de site van ICOM zelf. Ja, ik heb tegenwoordig, je zou moeten zoeken, ik denk dat ik nog wel kan vinden, maar die heeft iets waarmee je dan dat ding met het kabeltje kunt gebruiken. Dus dan kun je het op die manier. Ik heb zoveel van die glazen ook wel wat gegooid. Ze hebben dat gedaan, die app is gekomen met de staart. System Fusion kwam, want ja, met System Fusion kon je foto's versturen. Hoe noem je dat, van die voor op de camping gekocht van die glazen. Die zijn hartstikke goed, man. En er stond nog op, je moet er geen rode wijn in doen, want het kleurt. Maar dat is helemaal niet waar. Je blijft hartstikke goed, dus en ik heb hem al een paar keer omgestoten, maar er gebeurt niks. Dan zijn die kunststofglazen. Ja, codeplug, ja.
van polycarbonaat. En dat heeft niks met het vlees te maken. ICF heet dat bij mij, maar goed, dat maakt niet uit. Die blaas ik er met. Oh ja, ja, inderdaad. Maar kan dat doorzichtig? Ja, alleen een firmware-update. Wordt het niet heel dik? Ja, 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 dat ze dat bij dat ding nog niet veranderd hebben. Ja, ik vond het ook een crime dat ze bij de spuur dus die kabel willen verkopen. Maar ik print heel veel, hè? Ja, ja, dat is dat ding is zo duur. Kijk. Ja, ik heb al eens gedacht, misschien kan ik je iets vragen om te printen, maar ik zou echt niet weten wat. Ja, nee, dat is gewoon, vroeger was bij de FT901 die ik kocht, dat luidsprekertje wat erbij zat, dat zat dan in een bijpassende behuizing. Ik heb hem toen wel gekocht, want ik had zoiets van, als ik wat extra's bij die 901 wil maken, in die luidsprekerkast is ruimte zat, dus dan kan ik daar wat inbouwen. Dus dat was de gedachte, maar hij zit zelfs geen luidspreker, zit zelfs geen scan van de kant zitten maken. Dus het is gewoon een lege behuizing met een luidspreker, en dat ding, dat was volgens mij was 180 gulden. Nee, maar heel niet nee, je hoeft dat niet op ware grootte. Puur omdat hij er hetzelfde uitziet. Nee, dat wordt het nog groter. De speaker, ik kan ongeveer printen, want ik heb al gekocht doosjes voor mijn antennes. Ook is uit elkaar gedraaid. Doosje printen is niet meer in de taal 100 euro, maar ja, dat is veel te lang. Ja, ja. En de grap was, bij de 901 had je een VFO wat je kon kopen, of een extra geheugen, dat paste dan in het apparaat zelf. Maar je kon ook zo'n VFO van de FT101 erop zetten. Dan had je wel het nadeel dat de VFO-knop een andere kleur had, de schaal had een andere kleur, en van de 101 draaide die de andere kant uit dan van de 901. Maar het hangt er nou net vanaf aan welke kant van het apparaat je die VFO zette, of dat onhandig was of niet. Als je hem rechts zette, dan was het heel onhandig, maar zet je hem links, dan maakte het echt niet zoveel uit. Dus ik heb dat goedkope ding gekocht, want ik had liever een VFO dan dat ik een extra geheugen had. Want dat was een heel dom, dat was wel een unieke oplossing natuurlijk. Het is VFO dat werkte van 5 tot 5,5 megahertz, bij veel van die oude apparaten. En wat het geheugen dus deed, dat was als je op opslaan, het was één geheugenfrequentie. En dan kon je hem op opslaan drukken. En dan sloeg hij vanaf de digitale uitlezing, sloeg hij de frequentie op. En dan had hij een synthesizer, die maakte dan dezelfde frequentie als de VFO. Net zo groot als een kerstkaart. En dus had je één geheugen in het apparaat. Dan had je dus een goeie splitwerken, zonder dat je een extra VFO had. Maar ik had veel liever een VFO. Zoals mijn HF-transceiver, die is groot als een creditcard. Dat was een kastje extra, dus wat mooi was. Ik heb zo'n mountaintoppen, toch? Extra VFO te kunnen draaien. Ja, 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 ja. Die is voor maat van een creditcard. En die was net zo duur als het geheugen. Dus ik denk van, nou, dan koop ik dat. Maar Sander had nog iets, of je wat voor hem wil printen, maar volgens mij is dat niet te serieus voor zo. Bij aankoop was dat ding dus, dat hij vraagt of je een Maserati 300 euro kon kopen. Zonder dat hij dat geheugen had. En als ik dat opstart, dan gaat het hier helemaal fout. Dus ik kan dat printen, hè, maar wat is het dan? Lego. Mijn andere, die heeft 2 Ego. Lego, ja, zegt hij. En daar is die blokjes met zijn naam erin. Ja. Dat staat erop, jong. Ja, dat kan, maar dan moet je maar eens goed kijken op 23. Dat is wel betaald, hè? Ja, nou, van naam. Maar ik weet zo niet, maar dan moet je dus het ontwerp kopen, bedoel je? Ja, je moet het ontwerp kopen. Even kijken. Okay. Maar kun je het zelf niet dan? Filter zit erop, links en rechts, niet geprobeerd. Kennelijk is dat moeilijk. Ja, die ken ik dan niet, hoor. Nee, maar dat vind ik wel op perfect speeches. Oké. Ja, nee, dat, maar goed. Nee, maar hier mijn vriendin, als ik nog iets tegenkom, dan... Maar ik zal me daar eens even... Ja, dan ga ik die wel kopen. Kijk. Ja, sieraden is natuurlijk wel leuk. Staat de eerste keer dat ik toen deed ik nog heel veel modevertalingen. Toen werd ik uitgenodigd door een van de couturier. Die hadden een tentoonstelling in het... Oh ja, nou, wat hele goede speakers zijn, maar ik weet niet of ze die nog hebben. En daar was ik voor het Amateurmuseum, hadden ze een Motorola speakers voor opening uitgenodigd. En daar stond iets waarvan ik eerst dacht dat een heel groot koffiezetup. En toen dacht ik vanuit, het is een soort warmhoutoventje of zo. Maar dat bleek dus een 3D-printer te zijn. En die maakte allerlei modeaccessoires daarmee. Ja, dat was wel heel mooi, moet ik zeggen. Heel gedetailleerd. En dat 230 of 2,30 euro. Maar ik moet 230. Nee, die van Motorola die waren 2,30 euro. 2,50 euro bij het Centamateur Museum. En dat waren hele fijne speakers. Die had ik in de tijd bij Tetra had ik die in gebruik, volgens mij. Want er zat geen speaker bij. Dus ik heb dat ding gebruikt. En die was gewoon echt een super luidspreker. Ik weet niet wat dat is. Het Chinese leger, dat heet PLA. People's Liberation Army. Het Volksbevrijdingsleger van China. Ja, nee, zo heet het. Ja, als ik er nog eentje goede koop vind, dan weet ik bij PLA of ABS. Alpha Bravo. Ja, ja. Het is nee, wat je anti-blokkeersysteem. Met die prijzen, dat is gek. Want die Chinese spullen die zijn echt heel goedkoop. En vaak ook best wel goed. En
Ja, de oude merken die... maar niet allemaal. Wat voor illegale melding? Wie doet dat? Goedkope apparaten. Ico maakt ook een paar goedkope porto's die rond de 100 euro zetten. Via de LPD-kanalen? Dat, nee, dit is niet, is niet allemaal heel duur. Maar het is wel zo dat die prijzen nog op een oud niveau zitten. Ik word nieuwsgieriger en nieuwsgieriger. Ik wil er alles van weten. Ik moet zeggen, de kwaliteit is... de lange termijn kwaliteit is wel beter. Hoewel ik bij die Jezus gekocht heb. Daar brak ik ook het clipje af van de week. Dat was gewoon verouderd plastic. Dus dat is gewoon in 3 jaar tijd is het plastic vergaan. Dik voor elkaar zo van... Ja, dit is een geheime zender, dus niemand mag dat weten. Toen kwam er een opsporing. Nee, sorry hoor, niemand mag het. En ik probeer nog heel goedkoop zo eentje te ritselen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Nou, vertel dat niet. Houd erover op, kom. Clip is ook 25. We hebben het nergens over. Ik wil het ook helemaal niet weten. Waarom? Ik mail het jou. Nee, doe niet. Ik wil niets. Ik wil er niet. Ik lees het niet. Want die clip kun je op de komende dagen lezen. Als je een paar mailtjes hebt, ik lees ze niet. Gaat hij er zo uit? Maar als je de porto in een normale richting hebt, dan zit hij vergrendeld. Nee, ik wil er niet. Dus dan heb je ook niet die clip aan die porto zitten als je de porto gebruikt. Nee, ook niet als journalist. Ik wil gewoon niet weten. En dit is volgens mij is dat ook heel stevig. Ik heb maar het is altijd een probleem, die rode en zwarte tetraporten. Dit is zo nieuwsgierig, hè. Daar waren die clips ook allemaal een stuk van. Dus daar zijn later wel een andere clip voor gekomen. Maar bij de eerste serie hadden we dat ook niet in orde. Dus dat anders zet ik de microfoon uit, hoor. Of ik draai een jingle of zo. Nee, ik ga het je zeker niet vertellen. Mooi. Mooi. Kijk, nou hoeveel gemmen... Ik geloof dat ik ooit op mijn website... Zet verder hier, dat moet je toch eens afleren. Een vieze gewoonte is dat. Over de broekclip, ja, maar waar is dat voor nodig? Ik vind dat ook handig. Die Turkse vrouwen... Ik heb hier wel een kartonnen doos staan of zo, op de bank. En dan aan de achterkant zet ik al die porto's op de rand van die kartonnen doos. Dat is handig. Daar gebruik ik ze voor. Dan moet je, dat is het wokkaboekje om mee te nemen. Dan gaat het wel in mijn binnenzak of zo, of in mijn broekzak. Met mobiele telefoon houden. Wat dacht je daarvan? Nee, dat is de bakstrook, Jurgen. Dat hoor ik zo. Als je het neerlegt, dan lukt het ook wel. Hoewel. Hé, hey, het spat. Kijk uit, ik zit je mondkapje op. Pas op, anders hoef je die microfoon. Ja, ik hoor je prima. Maar het vervelende is dat ik dus voor Sander en voor iedereen die verder nog luistert, die verdomde telefoon voortdurend bij die microfoon in de buurt moet houden. En daar kan ook niet tegen aan mondkapjes waar je mee kunt roken. Kijk, dan krijg je dit. Ideaal. Dat, moet ik jou wel je mondkapjes waar aan de binnenkant een nicotinepleister past. Nee. Wokka met bijgeleverde 6 mm poog. Nee, dat zit op mijn microfoon. Nee, ik heb dat hier op de microfoon ook niet. Dus, toch, op de andere microfoon wel. En bij daar is het meer nodig. Dat was me nog niet opgevallen. Paddo's. Ja, ik word een paddo. Oké. Amerikaanse holsters voor de Anytone. Dat is het uitschakelpliepje wat alle e-coms hebben. Daar ik weer naar mijn 3D-printer te kijken en ik geluiden. Ik moet printen. Ja, natuurlijk ken ik dat. Een bong. Ja, ik ben heel benieuwd naar die nieuwe accu. Hè. Jurgen, een bong. Ja, die gaat gewoon lang mee. Dat, is, echt, dat scheelt echt wel een half jaar. Ja, er zijn vast wel ontwerpen voor. Net zo te kort mee. Ik heb al 2 keer een... Ja, voor mij niet, maar ik neem het ding ook niet te vaak mee de deur uit. Dus dan, dat geloof dan ik niet. Erg. En ik heb hem hier, zet ik hem voortdurend... ik heb zo'n stekkertje, dus dat ding dat hangt ergens, hangt ergens aan een bord aan de muur. En dan doe ik een stekkertje er weer in en dan is hij ook zo weer vol. Maar hij gaat wel lang mee als je hem inderdaad... Nee, ik heb vaak wel dat ik hem 3 dagen kan gebruiken zonder dat hij opgeladen hoeft te worden. Ja, met die grotere dus... Ja, ik heb ook de oplader uitgeprint. Ja. Maar dat was nou niet je van het. Oké, oké. Dus ik heb ook die originele gekocht. En die had ik hier in mijn... Dat is trouwens een snellader. Ja, maar hij kan ook langzaam of niet? In Nederland krijg je voor zo... Oké, ik had vroeger had ik een Jezu en dat kwam inschakelen. Dat was wel handig. Ik heb hem meestal had, dus die accu's gingen heel lang mee daardoor. Ja, dus dan zet je hem altijd op langzaam en dan leven ze lang. En vroeger moest je ze dan ook helemaal leeg en helemaal, maar tegenwoordig niet. Tegenwoordig kun je... Nee. In Nederland krijg je daar celstraf voor. Ik weet niet hoe dat in België zit, maar in Nederland mag je dat niet hebben. Ik wou er nog één dingetje bij kopen, behalve die kabel. Ik heb de politie op de vloer gehad, die hebben dat ding ook gezet. Oké. Ja, ik kom er gewoon wakker. Ik heb daar voor mijn Jezus-portofoon heb ik daar. De EOD, waar is dat voor? Hoe heet het? Kees luistert mee. Luister je al vanaf het begin mee, Kees? Of niet? Zo'n houdertje, ja, inderdaad. Maar hij vraagt of dat die handgranaat is vanaf de EOD vooruitgerukt is. Maar volgens mij niet. Volgens mij heeft Jurgen zijn nog gewoon staan daar. Ja, voor de ICOM is die ook, maar dat kost ook rond de
45 euro. Voor iets waar niks in zit, is dat toch wel erg veel geld. Ja. Ah, net thuis. Ja, je valt trouwens, met je boter in de neus. Had je nou wel de kabel die je gekocht hebt, is dat de programmeerkabel? Of, ja, en ik neem het op, dus je kan het terugluisteren. 45 euro. Ja, nee. Ik heb hem wel, dus... Goed, explosieve opruimingsdienst, jawel. Dan, ja, nee, maar waar was dat dan? Volgens mij is dat ook de kabel waarmee je die nee, ik vraag het aan Kees. Die app die is gemaakt voor Bluetooth, voor de apparaten die nog nieuwer zijn. Die heeft iets uitgevogeld in een routinetje en dan kun je die app ook gebruiken met een kabeltje. Dus dan kun je hem ook op de ID31 Dat is wel een coronabom geweest zijn. En dat is de app waarmee je bijvoorbeeld foto's kunt maken en versturen. Nou, deze grap komt niet aan. De app kun je downloaden van die is voor Android, van de site van Ecom zelf. En ik denk dat ik hem nog wel kan vinden. Maar de Italiaan die heeft iets waarmee je dan dat ding met het kabeltje kunt gebruiken. Dus dan kun je het op die manier. En, ze hebben het gedaan. Er een beetje echt die app is er gekomen om toen System Fusion er kwam. Want met System Fusion kon je foto's versturen. Dat kon met die staat tot dan toe niet. Ja, nee, dit komt uit de jaren 60. In de jaren 60, toen de eerste bankovervallen kwamen, toen waren er een aantal bankovervallen met speelgoedwapens. En daarna is dat verbod gekomen. En dat betekende dat mijn ouders een aantal van mijn speelgoedpistolen wegmieten. Ja, inderdaad. Dus het is een trauma van mij. ICF heet dat bij mij. Ja, maar goed, het maakt niet uit. En toen kwam mijn neef en die zei van, deze lijkt veel beter. Die mag je wel hebben, John. Serieus. Ja, dat ze dat bij dat ding nog niet veranderd hebben. Ja, ik vond het ook een crime dat ze bij de spuurders die kabel willen verkopen. Maar dat ding is zo duur. Ja, ik ben erg tegen. Ja, nee, dat is gewoon vroeger was ik pas bij de FT901 die ik kocht. Zin, was ook, ik ben er nog steeds, maar luidsprekertje wat erbij zat. Dat zat dan in de bijpassende behuizing. Ik heb hem toen wel gekocht, want ik had zoiets bij die 901 wil maken. In die luidsprekerkast is ruimte zat. Dus dan kan ik daar wat inbouwen. Dus dat was de gedachte. Hij zit zelfs geen achterkant zit erop. Dus het is gewoon een lege behuizing met een luidspreker. Dat kon ik erg goed. Dat was ook altijd een gevoel of zo. Dat was echt niet te geloven. Met een luchtpistool. Ja, puur omdat hij er hetzelfde uitziet. Ja. Maar dat is kennis waar je niet aan de grote klok moet hangen. Want voor je het weet, dan word je ingelijfd ergens als scherpschutter. En dat is nou een baan waar ik niet op zit. Oh, het was in Eindhoven. Dus, ja, dat zul je ook zelf zien. 16 huizen ontruimd. En de grap was, bij de 901 had je een VHO wat je kon kopen. Of een extra geheugen. Dat paste dan in het apparaat zelf. Ja, maar, nee, dat is... Nee, als ik de VVO van de F1 merk dat iemand in mijn kennis wat nadeel dat de VVO-knop een andere kleur had, de schaal had een andere kleur. En van de 101 draaide die de andere kant uit dan van de 901. Oh, maar het hangt er nou net vanaf aan welke kant van het apparaat je die VVO zette. Of dat onhandig was. Dingen, joh, dat, als je hem rechts zette, dan was het heel onhandig. Maar zet je hem links, dan maakte het echt niet zoveel uit. Dus ik heb dat goedkope ding gekocht. Want ik had liever een VVO dan dat ik een extra geheugen had. Dat was een heel dom... Dat was wel een unieke oplossing natuurlijk. De VVO dat werkte van 5 tot 5,5 megahertz. Zoals bij veel van die oude apparaten. Ja. En wat het geheugen dus deed... Dat was als je op opslaan... Het was één geheugen, hè, één geheugenfrequentie. En dan kon je hem op opslaan drukken. En dan sloeg hij vanaf de digitale uitlezing sloeg hij de frequentie op. En dan had hij een synthesizer. Die maakte dan dezelfde frequentie als de VVO. En dus had je één geheugen in het apparaat. Dan had je dus een goeie split werken zonder dat je een extra VFO had. Maar ik had veel liever een VFO dan dat ik dat ding had. Ja, ik kan het filmpje niet kijken, dat het straks mooi was. En het was ook fijner om aan een VFO, extra VFO te kunnen draaien. En dus dat was sowieso. En die was niet zo duur als het geheugen. Dus ik denk van nou, dan koop ik dat goedkope VFO van die andere set erbij. En dan, en bij aankoop was dat ding dus dit heel 200, 300 euro goedkoper. Zonder dat hij dat geheugen had. Nou, dat vond ik het wel waard. Ja. IOD, heel de ruimte met het net over externe speakertjes, hè? Ja. De IOD heeft een speelgoed gedaan. De andere, die heeft twee ingangen. Een röntgenapparaat gelegd. En daar is een stel duidelijk weg dat het geen echte was. Jongen. Ja, dat is inderdaad een hele kostbare actie. Ja, was er ook bij wie de wakkere burger was die de politie erbij haalde? Even kijken. Hij looppas filters. Oh, die ken ik wel, daar ben ik wel eens geweest. Die ken ik dan niet hoor. Nee. Ik weet niet, ik ben er met een interview een keer geweest. Ik weet niet waar ik geweest ben, maar.
Ik ben vaak in Eindhoven geweest. Dus, ja, als ik hier nog eentje tegenkom, dan niet denk ik dat ik die wil kopen. Hè? Maar ja, wat is het probleem? Oké. Okay. Weet je die winkel nou die er zat? Die zat er iets op. Vind je dat niet leuk dan? Bombeek? Ja, ik vind het hartstikke leuk, maar ik weet waar de prijs ligt. Oh ja. Nou, wat hele goede speakers zijn. Maar ik weet niet of ze die nog hebben bij het Centrum Natuurmuseum. Hadden ze een Motorola speaker. En die stond er in de winkel. Die waren erg goed. Heel groot. Nee. Vandaag bij Jacob stonden ze er ook. Oké. Maar niet voor 2,50. Jawel, 2,30. Oh. 230 of 2,30 euro? 230. Nee, die van Motorola die waren 2,30 euro. 2,50 euro bij het Centrum Natuurmuseum. En dat waren hele fijne speakers. Die had ik in de tijd bij Tetra had ik die in gebruik, volgens mij. Ik ken ook nog iemand die speaker bij. Dus ik heb dat ding gebruikt. Ja, die was gewoon echt dat een super luidspreker is dat. Maar daar heb ik ook wel een poos niet meer gesproken hoor. Dus, Ik heb daar een Zuid ook op school gezeten. Ja. Ik gebruik die van twee radio's. Ja, dan zit een schakel, grote klik, grote rotonde in Zuid. Ja, dat zegt me wel iets, maar niet super. Wel ook vaak beurzen daarin, wordt het daarnaast het station? Ja. Het is satellietbeurzen, computerbeurzen, dan moest ik maar weer opdraven. Chinese spullen, die zijn echt daarom heb ik daar nog zo'n trauma aan al die beurzen overgehouden. Dat ik er niet naartoe wil. Niet naar de dag van de amateur gaan. Ze hebben ook wel maken goedkope. Dat is daarvan. Ico maakt ook een paar goedkope porto's die rond de 100 euro zitten. Ja, dat is wel een heel mooi gebouw, ja. Het is niet allemaal heel duur, maar het is wel zo dat die prijzen nog op een oud niveau zitten. Maar het was de enige PE2. Ik moet zeggen, de kwaliteit is, de lange termijn kwaliteit is wel beter. Hoewel ik bij de Jesu die ik gekocht heb, daar brak ik ook het clipje af van de week. Dat was gewoon verouderd plastic. Dus dat is gewoon in 3 jaar tijd is het plastic vergaan. Dat viel me ook wel tegen. Is dat waar? Bij de Icon, bij die van 10 jaar oud, is de clip ook gebroken. Dus die clips die hebben niet het eeuwige leven. En ik probeer nog heel goedkoop zo eentje te ritselen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Want ik wil daar ook niet van. Meisjes die een nieuwe clip is, echt 25 euro. Net alsof je het atomium gaat afbreken of zo. Ja, het die achterop. Bij de IC90, daar zit de ideale clip bij. Iets van bij. Maar die clip kun je op z'n boek doen. Dan kun je dus, als je de porto op zijn kop hebt, gaat hij er zo uit. Maar als je de porto in een normale richting hebt, dan zit hij vergrendeld. Dus dan heb je ook niet die clip aan die porto zitten als je de porto schrijft. Jammer dat die hond hem niet gelijk in zijn bek genomen heeft en met die hamsternaad ging spelen. Maar het is altijd een probleem. Die rode en zwarte tetraporto's die ik had, daar waren die clips ook allemaal een stuk van. De paniek was daar groot. Later was een andere clip voor die hond niet goed afgelopen, denk ik. Maar bij de eerste serie hadden ze dat ook niet in orde. Dus dat is kennelijk toch moeilijk. Een schedelfractuurtje, denk ik. Nee, maar ik denk dat als die hond met dat ding aan de loop gaat, ik denk dat die hond zou doodschieten. Daar heb je geen broekclip op zetten. En het gebeurt hier nog, geloof ik, ooit op mijn website. Ik vind ze wel handig. Ik heb hier wel een zonnedoos staan of zo. Dat er toch heel weinig mee gebeurt. En dan zet ik dan achterkant al die porto's op de rand van de kartonnendoos netjes weten om. Daar gebruik ik ze voor. Ik vind dat wel ook wel. Niet om mee te nemen, dat is alleen mijn binnenzak of zo. Of in mijn broekzak. Of mijn rugzak. Een blokje van bij 10 centimeter. Nee, dat is de bakstrook, dat hoor ik zo. En dan blazen ze well. Die blazen. Hey, het spat. Op. Kijk uit, zit je mondkapje op, pas op. Anders hoef je die microfoon voor. Die springt uit elkaar en dat blok zich bij 10 bij 10, dat is een grote proef. Dat vinden ze leuk. De vader van een schoolkapje waar je mee kunt roken. Maar ik heb daar nooit veel van meegekregen. Ik weet wel dat hij erbij zat, maar meer werd er ook niet over verteld. Mondkapjes waar aan de binnenkant een nicotinepleister past. Dat heeft hij ook nooit mogen vertellen. Dat zal best. 6 mm bol. Ja, ook geen sterke verhaal of zo. Dat was toch wel leuk geweest om gehoord te hebben. Maar nee. Oh. Ik zit even te laten hoe die gast ook weer heette. Maar dat ben ik kwijt. Ik weet wel waar die woonde. Dat weet ik wel. Dat was me nog niet opgevallen. Paul Oost. Ik heb het gedaan, hè. Maar het is vrijdag. Ja, dan moet ik het tekenen. Oké. Zwijgplicht. Amerikaanse holsters voor de Anytone. Ik wil geen niet van dingen weet hebben waar ik beter geen weet van kan hebben. Ik ben tot te kijken en ik weet. Nee. Een bong. Nee. Ik heb Jurgen een bong. Ik ben geen biechtvader en ik heb al verschoningsrecht als journalist, maar dan moet het me echt in functie verteld zijn. Daar zijn vast een ontwerpen voor. Nee. Dat is echt wel. Dat geloof ik niet. De nieuwe appel is nog steeds zo'n voetbal. Oké, het is een snelhaler. Ik heb een print gevonden van een handgranaat. Oh nee. Ja,
Ja, wel. Ja, mijn lader, daar werkt de Porto wel gewoon op als je hem aan het laden bent. Dus volgens mij zendt hij dan niet. Nee, je kunt niet zenden en laden, gelijk, maar wel ontvangen. Dus dat is wel prettig. Want dan, dan heb je het ding gewoon in gebruik. De vulling kon er ook in, hè. Daar komt zo'n heel hard bordje. De lader is niet meer rood, hij is oranje. Kijk, maar ik weet niet wat dat betekent. Dat weet ik niet meer. Ja, dat betekent dat je bijna hoog is. En die had ik hier in mijn... Ik heb daarbij de Ja, Porto is de PD, de MD is de mobile device. Ja, In Nederland krijg je daar celstraf voor. Ik weet niet hoe dat in Dat is wel een fijn ding, moet ik zeggen. Ook in FM, dat is echt een goed apparaat. Je moet de compressie uitschakelen in het profiel, want anders klinkt hij zo heigerig. Dat kun je uitzetten, want je herkent direct als mensen in FM met zo'n ding werken. En dan hoor je de EOD, waar is dat voor? Kees luistert mee. Luister je al vanaf het begin mee, Kees, of niet? Die hangt niet in mijn check. Maar hij vraagt of dat die handgranaat is waar afgelopen week de EOD voor uitgerukt is. Maar volgens mij niet. Volgens mij heeft Jurgen ze nog gewoon staan daar. Nee. Die handgranaat van mij die zijn van plastic. Die mag ik gewoon hebben. Die Bluetooth microfoon. Ah, net thuis. Ja, je valt met je boter in de neus. Ik bedoel, ik heb al heel lang niks meer op DMR gedaan. Dus en ik neem het op, dus je kan het terugluisteren, Kees. Dan kan ik daarmee zowel dienstaan als DMR. En dan kan ik, dan zet ik het ding op het dummy of explosief zo. Explosief opruimtennis. Jawel. En dan kan ik daarmee maar waar was dat dan? In Ravels? Nee, ik heb niks. Nee, ik vraag het aan Kees. Ik ben niet super geïnteresseerd. Kees zit op het chat. Peter was er toch? Of dat de handgranaat was waar afgelopen week de EOD voor uitgerukt is. Maar ik ben benieuwd waar de EOD dan voor is uitgerukt. Hoi. Maar dat zal toch wel een poes geweest zijn. Dat zal een coronabom geweest zijn. Ja. Ik heb afgelopen... Nou, deze grap komt niet aan. Ik heb toch met Peter veel gemeld, toch? Ja, nee, maar hij was gisteren... Hij was niet bij... Hij had wel zoiets van... Waarom gebeurt er nooit meer wat? Ik denk, nou ja, goed. Maar het grappige is dat mijn inspiratie de laatste weken een beetje terug is gekomen. Dus ik... Je mag alleen niet een klappertjespistool wat er een beetje echt uitziet. Het heeft de hele tijd gezocht. Er is natuurlijk wel een hoop gebeurd. Ik bedoel, mag je niet eroverleden. Ik heb die kwestie met die hond met die kat gehad die plotseling overleden. Dit komt uit de jaren 60. In de jaren 60 toen de eerste bankovervallen kwamen. Toen waren er een aantal bankovervallen met speelgoedwapens. Maar ja, daarna is die wel wat minder. En dat betekende dat mijn ouders een aantal van mijn speelgoedpistolen wegmieterden. Dus het is een trauma van mij dat ik dat, En toen kwam mijn neef en die zei van deze lijkt veel beter, die mag je wel hebben, John. Serieus. Ja. Ja, dat waren toch, ik nam hele goede vrienden, heel veel wapens. Ik sprak Gelmer gisteren nog, eergisteren. In Hilversum heb je zo'n repeater waar geen echolink op zit, PI2HVS. Ja, ik ben erg tegen wapens. Dus op 70 is die echt een mooie pacifist. Ik zit niet veel meer in de etenrijen. Ik ben er nog steeds, maar nu wat ruimdenkender. Dus ik had voor de grap, toch eens kijken hoe dat niks met Hilversum zit. Maar ik krijg nooit een tegenstander. Waarom wel wat mensen een aantal keren met wapens geschoten. Dat soort opmerkingen krijg ik wel. Ik blijk aanleg te hebben volgens een aantal mensen die Maar echt dat iemand zelf zijn kool zei en terug een stuk minder. Dat vind ik dan wel mooi. Dat is de commentaar op Ja, dat kon ik erg goed zelf. Ik kon het ook altijd als spelletjes met verdacht. Maar goed, in ieder geval, toen sprak ik ineens Gelmer. Maar die was ook maar ziek. Dus kennis waar je niet aan de grote klok moet hangen, want voor je het weet word je ingeleid ergens als scherpschutter. Dat is best wel erg, een baan waar ik niet... Ja, dat was weer wat minder. En hij woonde in Hilversum tegenwoordig. Oh, het was in Eindhoven. Dus, ja, dat zul je ook zelf zien. Wat ik ook niet wist. 16 huizen ontruimd. Ik bedacht wel nog wat op zijn kool. Is ongelooflijk nieuwsgierig. Ja. Is ongelooflijk nieuwsgierig. Ion. Nee, ik geloof, als ik merk dat iemand in mijn kenniskring zo'n ding heeft, dat ik ook zoiets heb van, nou, dat hij dan gaat weg of ik bel de politie. Want, en hij moet ook echt fatsoenlijk afgevoerd worden, vind ik. Ja. Oh, kijk. Ja, ik ken hem goed. Persoonlijk Dat zijn zulke linker dingen. Ja, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb hem wel heel vaak gesproken, ja. Niet? Hij is grappig en hij is, ik heb veel vrienden. Ook een goede vriend van HPJ en van Peter. Leo, zijn schoonvader. Of is het nou een oom van hem? Ik weet in ieder geval, Lima Whisky, die heb ik lang niet gesproken. Ik heb het in vergunning. Nee, niet LWZ, Lima Whisky.
die man van het woonwagenkamp. Ja, en onze vraag, zo hebben we ons eigenlijk ook al heel vaak afgevraagd. Nou mee, maar het beste wapen hebt. Wat een heerlijk land. Geen bij me vereniging, nog? Dit en dat. Even denken, hoor. Ja, ik zit even te denken. Brabant, ik kan het filmpje niet kijken, dat doe ik straks wel. Ja, die klonk ook niet heel gezond, moet ik zeggen. Ah, dat is niet waar. Oké, dat is wel weer triest. Ja goed, er zitten natuurlijk veel mensen op een leeftijd en in een gezondheidssituatie. Maar volgens mij ben ik in september al 3 jaar van NOS weg. Dus die periode is dan ook alweer heel lang. Hè? Dus dan raak ik toch wel eens uit beeld. HPE hoor ik nog vaak, die zit veel op Diesta, dus die kom ik sowieso daar wel tegen. Voor de rest van de oude club eigenlijk bijna niemand. Dus wat dat betreft... Wel duidelijk werd dat het geen echte was. Is het door je boel? Ik moet wel zeggen dat kostbare actie. Dat gedoe op de repeater. Ja, was er ook bij wie de wakkere burger was die de politie erbij haalde? Want het was ook wel heel. Het was altijd de strijd. Maar ook al die mensen die zaten te klagen altijd over de uitzending. Oh, die ken ik al. Daar ben ik al geweest. Dat was toch echt wel een plaag. En er waren er een paar waren erop uit die dachten van nou, dat willen we wel dat hij ermee ophoudt. Ik ben er met een interview een keer geweest. Ik weet niet waar ik geweest ben. Maar ja... Is dat nou ik ben vaak in Eindhoven geweest, want het levert toch wel veel klachten op. En goed, dan hadden ze 3 klachten gehad. En dan vonden ze dat toch vervelend. Dat snap ik dan ook alweer. En ja, als het dan als het erg belangrijk vond, dan vond ik wel dat het moest blijven bestaan. Maar anders dan zei ik maar van, nou, dan doe ik dat toch voorlopig niet meer. En zo. Ja, die heb ik ook geen goed, zo gaat je uit. Een mooie dochter. Die was echt heel mooi. Voortdurend gevecht van wat. En die stond er in de winkel. In die laatste 2 jaar in ieder geval. Ja, en ik heb altijd gezegd van, nou, ik laat me niet beperken in die uitzending. Maar goed, dat gebeurt. Toch. En je had ook wel mensen die echt overal persoonlijk aanstoot aan namen. Hè? Dingen waarvan ik dan een onschuldig grapje maakte. En dan vonden zij dat heel erg. Dus, maar goed, we hebben op internet helemaal geen last van. Het aantal luisteraars is wel wat minder, maar dit soort gezeik ook een heel stuk. ik ken ook nog iemand die daar voor mij in Eindhoven is. Jongen, het is 9:00, ik ga zo eens een hapje eten. Maar daar heb ik ook wel een poos niet meer gesproken hoor. Dus, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Ik heb nog ik ga zo op school gezeten. Ik hoop maar dat is gunstig. Maar vegetarisch. Ja, dat zegt me wel iets, maar niet dat is niet super. Wel ook vaak beurzen daarin, hoe heet het, daarnaast het station hè? Satellietbeurs, computerbeurs en van alle twee opdragen. Daarom heb ik daar nog zo'n trauma aan. Ik had een collega overgehouden. Die stond er bekend dat hij altijd vreselijk. Je was naar de dag van de amateur gaf. En hij kwam niet eens uit. Dat is daarvan. Hekel aan buitenlanders ook nog. Maar hij kwam er zelf ook niet eens uit zo'n omgeving. Maar het enige wat hij aan de buitenlanders goed vond, dat was de knoflook. En ongelooflijk veel hè. Dat was voor jongens. Dat was de enige PE2 binnenkomt met roken. Wij vonden dat helemaal niet fijn. En toen ging hij 3 of 4 weken had hij vrij om op vakantie te gaan in de zomer. En wat dacht je wat? Na een week zei een collega van mij, het lijkt toch net of er Cornelis ruiken. Hè? Is dat waar? Dat vind ik dan wel weer. Wat had hij nou gedaan? Had hij in alle bloempotten had hij een teentje knoflook gezet en die begonnen op te bloeien. Het bestaat gelukkig. Stokt het hele bedrijf in de knoflook en hij was weg. Net alsof je het atomium gaat afbreken of zo. Ja, het stond echt op de lijst van de sloop. Ja, daar staat me wel iets van bij, maar ik weet in elk geval dat het wel bestaat nog. Dus dat is in ieder geval mooi. Gelukkig wel. Ik zal er ook nog eens een keer naartoe gaan, maar dan hoef ik wel geen vlees meer. Wat Kees schrijft, jammer dat die hond hem niet gelijk hij ziet Kees erin genomen heeft, dat hij afgeraf had als ik het zo lees. Ja, nee, Kees die ziet eruit, anders had hij er nooit vragen over gezegd. Als hij er heel Nederlands uitziet, dan was dat vragen niet. Ja, dat had wantrouwen niet bedoeld. Oh, we gaan misschien eens even weer. Dan moet ik echt wat aan doen. Dus maar ik denk dat als die hond met dat ding aan de loop gaat, ik denk dat die hond zou doodschieten. Oké, misschien doen we dit volgende week alweer. Maar dit is toch wel leuk. Maar dan moeten er wat meer mensen bellen. Dus dan zal ik zorgen dat ik ook wat meer lijnen beschikbaar heb. De Eerste Wereldoorlog, hè? Op een manier zoals dit. Ik vind dat een goed idee. Ja, dit werkt wel zo. Ik vind het altijd zo knap dat er dan toch heel weinig mee gebeurt. En dat die EOD dan ook heeft geen voorbereiding. Gewoon voor de te ontmantelen en zo. Ik vind dat wel heel spontaan. Precies. Maar ik ga geen aftitelingsmuziek draaien of zo. Misschien monteer ik het er nog wel achter bij de opname. Maar in ieder geval sluiten we het gewoon af. En dan
blazen. Je doet maar wat je wil. De OMJVB, QRT. De groetjes en hoei. Nee, PA6 echo. Met een echo. Met een echo. Dat is een grote boek. Dat vinden ze leuk. De groeten. De vader van een schoolvriend van mij, die zat bij de EOD, maar ik heb daar nooit veel van meegekregen. Ik weet wel dat hij erbij zat, maar meer werd er ook niet over verteld. Ik heb die vader wel even op de repeater ook aankondigen. Nou, dit was het einde van de Daily Minute vanavond. De groetjes en hoei. Dat zal best. Dus dat echo. Nee, groeten allemaal. Ja, ook geen sterke verhalen of zo. Dat was toch wel leuk geweest om gehoord te hebben. Hoe doen we dat nou? Ik zit even te denken hoe die gast ook alweer heette, maar dat ben ik kwijt. Ik weet wel waar die woonde. Dat weet ik nou. Ik heb ook de kat er niet meer mee weggelopen. Gedaan, maar, ja, dan moet ik het tekenen. Dan kan ik weer opstarten. Zwijgplicht. Oh jee, waarom staat het nou niet gewoon klaar, zodat het een beetje professioneel weet klinkt? Hebben, nee, waar ik beter geen weet van kan hebben. Hatsenflats. Nou. Nee. Oh, daar moet ik nog een map in ook. Nee. Waar? Ik ben geen biechtvader en ik heb al verschoningsrecht als journalist, maar dan moet het me echt in functie verteld zijn. Dit gaat werken volgens mij. En, nee. Even zien. Nee, dat mag jij helemaal niet. Reeds. Nou, de microfoon dicht. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net. DM is for Daily Minutes and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. Heb ik een microfoon naar de toer? Ja, dat betekent dat hij bijna vol is. Oké. Ik heb daarbij de lader van de Hitera ook. Die is eerst rood. Dan gaat hij naar oranje. En daarna wordt hij groen. Ik heb alleen een Hitera voor mobiel. Zo'n MD785. Maar verder geen porto. De welke? Ik heb de MD785. Dus dat is het mobiel, het eerste mobiel setje wat er was. Zonder GPS. De porto... De MD. Ja, Porto is de PD. De MD is de mobile device. Ja, die heb ik hier ook aan. Ja, dat is wel een erg fijn ding, moet ik zeggen. Ook in FM, dat is echt een goed apparaat. En je moet de compressie uitschakelen in het profiel. Hè? Want anders dan klinkt hij zo heigerig. Dat kun je uitzetten. Want je herkent direct als mensen in FM met zo'n ding werken. En dan hoor je het niet. Dan klinkt hij net als een Kenwood. Dus, ja, weet je wat ik nou gedaan heb met een gekke ding? Die hangt niet in mijn check in het directe zicht, hè. Die hangt helemaal tegen de rechterkant in mijn check. Dat heb ik gedaan, omdat ik gebruik die Bluetooth microfoon. Aha, oké. Nee, ik gebruik gewoon de handmic, maar ik heb al heel lang niks meer op DMR gedaan. Dus dat ding als die hotspot eindelijk een keer werkt, dan kan ik daarmee zowel die staan als DMR. En dan kan ik, dan zet ik het ding op een dummy of zo, of op een micro-antennetje. En dan kan ik daarmee wel weer DMR werken. Uh-huh. Maar dat is lang geleden, maar ik ben niet super geïnteresseerd. Hey, Peter was er toch? Oh, en, nou, ja? En nou is hij weg. Nou, zeg. Hoi. Dat had ik ook niet. Ik heb afgelopen 2 weken toch met Peter veel gemaild, toch? Ja, nee, maar hij was gisteren, hij was niet bij, hij had wel zoiets van, ja, waarom gebeurt er nooit meer wat? Ik denk, nou ja, goed, maar het grappige is dat mijn inspiratie de laatste weken een beetje terug is gekomen, dus ik, ja. Dus het heeft de hele tijd gesukkeld. En er is natuurlijk al een hoop gebeurd. Ik bedoel, in die periode is mijn moeder overleden. Ik heb die kwestie met die hond, met die kat gehad die plotseling overleden. Dat natuurlijk ook wel in een hele vervelende periode kwam. Nou, die hele corona-kwestie nog. Ja, dat is wel iets om depressief van te worden. En dat is niet gebeurd. Maar ja, mijn inspiratie was wel wat minder. Ja, nee, ik heb de afgelopen weken echt met Peter redelijk veel contact gehad, hè. Ja, ook natuurlijk omdat dingen ze... Ja. Pleunitouw, Leo overleden was. Ja. Ja, dat waren toch 2 hele goede vriendjes, hoor. Ik sprak Gelmer eergisteren. In Hilversum heb je zo'n repeater waar geen echolink op zit. PI2HVS. Het is op 70 is het hier echt een dooie boel. Ik zit niet veel meer in de ether, hè, maar ik zit echt vooral op mijn eigen repeaters.
Dus ik had voor de grap, denk van nou toch eens kijken hoe dat Hilversum zit. Maar ik kreeg nooit een tegenstander. Er waren wel wat mensen die zaten te mopperen. Op een JCC is geen echte kool. En dat soort opmerkingen kreeg ik wel. Ja, maar echt dat iemand zelf zijn kool zei en terugriep. Dat vind ik dan wel mooi. Dat is de commentaar op je roepletters. Maar ze zelf geen kool zeggen. Dat is natuurlijk ook wel verdacht. Maar dus ja, maar goed, in ieder geval, toen sprak ik ineens Schelmer. Maar die was ook ziek, die had heeft daar zijn nieren. En dat was ook best wel, als ik dat zo hoorde, best wel erg. Dus ja, dat was weer wat minder. En hij woonde in Hilversum tegenwoordig, dus wat ik ook niet wist. Nee, ja, ik bedacht wel nog wat op zijn kool. Is ongelooflijk nieuwsgierig. Welk? Is ongelooflijk nieuwsgierig, Ion. Dat vond hij wel leuk. Ik zie veel me zo in. Is ongelooflijk nieuwsgierig. Leuke gast. Ja, ja, ja. Meneer de liftmonteur, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik ken hem goed. Persoonlijk ook, hè? Ja, ja, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb hem heel vaak gesproken, ja. Niet? Hij is grappig. En hij is ook een goede vriend van HPJ en van Peter. Leo, zijn schoonvader. Of is het nou een oom van hem? Ik weet in ieder geval, Lima Whisky, die heb ik lang niet gesproken. Lima Whisky? Wat? Wie? Nee, niet LWZ, Lima Whisky. Die man van het woonwagenkamp. Ja, en onze vader, zo hebben we ons eigenlijk ook al heel vaak afgevraagd, hoe is het nou met, wat een heerlijk land. Ken jij me nog? Even denken hoor. Ja, ik zit even te denken. L-E-W. Oh, ja, 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 ja. Ja, die klonk ook niet heel gezond, moet ik zeggen. Dat, Nee, ja, volgens mij is die dood. Oké. Oh, dat is wel weer triest. Ja, goed, er zitten natuurlijk veel mensen op een leeftijd en in een gezondheidssituatie. Maar volgens mij ben ik in september al 3 jaar van NOS weg. Dus die periode is dan ook alweer heel lang. Hè? Dus dan raak je toch wel mensen flink uit beeld. HPE hoor ik nog vaak. Die zit veel op Diesta. Dus die kom ik sowieso daar wel tegen. Voor de rest van de oude club eigenlijk bijna niemand. Dus wat dat betreft is het dode boel. Maar ja, goed. Ik moet wel zeggen dat gedoe op de repeater, dat ik dat ook wel blij was dat ik dat voorbij was. Want het was ook wel heel, het was altijd de strijd, maar ook al die mensen die zaten te klagen altijd over de uitzending, dat was toch echt wel een plaag. En er waren er een paar waren erop uit die dachten van nou, dat willen we wel dat hij ermee ophoudt. En dan gingen ze klagen bij de repeatergroep. En dan zei de repeatergroep tegen mij, ja, is dat nou echt heel erg nodig in je uitzending? Want het levert toch wel veel klachten op. En goed, dan hadden ze 3 klachten gehad. En dan vonden ze dat toch vervelend. Dat snap ik dan ook alweer. En ja, als het dan, als ik het erg belangrijk vond, dan vond ik wel dat het moest blijven bestaan. Maar anders dan zei ik maar van nou, dan doe ik dat toch voorlopig niet meer en zo. En ja, goed, zo gaat je uitzending steeds verder onderuit. Hè. En het was iedere keer voortdurende gevecht van wat blijf ik nog doen en wat niet. In die laatste 2 jaar in ieder geval. En ik heb altijd gezegd van nou, ik laat me niet beperken in die uitzending. Maar goed, dat gebeurde toch. En je had ook wel mensen die echt overal persoonlijk aanstoot aan namen. Hè? Dingen waarvan ik dan een onschuldig grapje maakte. En dan vonden zij dat heel erg. Dus, maar goed, daar hebben we op internet helemaal geen last van. Het aantal luisteraars is wel wat minder. Maar dit soort gezeik ook een heel stuk. Ja, dus... ach ja. Jo, moet je horen, het is 9 uur. Ik ga zo eens een hapje eten. Want ja, ik zou ook. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Ik ga vegetarisch doen. Oh, maar dat is gunstig. Dat niet gelukt is worden. Maar vegetarisch, oké. Ja. Dat is mooi. Een groot stuk stokbrood met vol met knoflookboter. Kijk. Maar dan moet je het gewoon alle 2 nemen, dan heb je er geen last van. Yo, ik had een collega en die stond er onbekend dat hij altijd vreselijk... Hij was echt stapelgek op knoflook. En hij kwam niet eens uit... Hij had een geweldige hekel aan buitenlanders ook nog. Maar hij kwam dus zelf ook niet eens uit zo'n omgeving. Maar het enige wat hij aan de buitenlanders goed vond, dat was de knoflook. En die had dus echt ongelooflijk hoeveelheid. En wij hadden wel eens van, joh, is dat nou nodig? Want elke keer als hij dan binnenkwam, dat roken. Wij vonden dat helemaal niet fijn. En toen ging hij 3 of 4 weken had hij vrij om op vakantie te gaan in de zomer. En wat dacht je wat... Na een week zei een collega van mij, het lijkt toch net of we Cornelis ruiken. Hè? Wat had hij nou gedaan? Had hij in alle bloempotten had hij een teentje knoflook gezet en die begonnen op te bloeien.
Het is na een paar dagen stokt het hele bedrijf door de knoflook en hij was weg. Nee, echt waar. Zo meteen, hup, naar beneden, de oven open, een paar van die stokbroodjes erin. En ik heb heerlijke knoflookboter liggen en knoflooktenen en dan, dan hoef ik wel geen vlees meer te eten. Dan heb ik genoeg. Kijk. Volgens mij ziet Kees er enigszins uit als Yasser Arafat, als ik het zo lees. Wat? Ja, nee, Kees die ziet eruit als... Anders had hij nooit vragen over gezegd. Als hij er heel Nederlands uitziet, dan stellen ze die vragen niet. Dan heeft hij dat wantrouwen niet, bedoel ik. Jongen. Oh, we gaan mijn screens even weer. Daar moet ik echt wat aan doen, dat is irritant. Oké, nou, misschien doen we dit volgende week alweer, want dit is toch wel leuk. Maar dan moeten er wat meer mensen bellen, dus dan zal ik zorgen dat ik ook wat meer lijnen beschikbaar heb. In ieder geval op een manier zoals dit. Ja, ik vind dat een goed idee. Ja, nee, want dit werkt wel zo, dus dat. Het kost weinig moeite, geen voorbereiding, gewoon voor de vuist weg. Voor de vuist weg, heel spontaan. Precies. Nou, maar ik ga geen aftitelingsmuziek draaien of zo. Ik sluit, misschien monteer ik het er nog wel achter bij de opname. Maar in ieder geval sluiten we het gewoon af. Je doet maar wat je wil. En 3 IEVB, QRT. De groetjes en hoei. PA6 Echo. Met een echo. Met een echo. De groeten. Tot de volgende. Hoi. Zetten we hem uit. Even de ding in de lader. Ik zal het even op de repeater ook aankondigen. Nou, dit was het einde van de Daily Minute vanavond. De groetjes en hoei. Dit is PSS Echo. Nee, groeten allemaal. Hoe doen we dat nou? Mijn toetsenbord. Moet ik mijn toetsenbord hebben? Dat is een stikke donker, man. Mijn toetsenbord. Gelukkig heeft de kat er niet mee weggelopen. Want dan kan ik weer wat opstarten. Zo. Oh jee, waarom staat het nou niet gewoon klaar, zodat het een beetje professioneel klinkt? Maar nee hoor. Hatsenflats. Nou. Oh, daar moet ik nog een map in ook. Nou. Waar? Hier ook. Nou, dit gaat werken volgens mij. Even zien. Reeds. Nou, de microfoon dicht. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.